En daar zitten we dan eindelijk. Loopt alles. Alles loopt. Ja, sorry Jan, ik ben ook echt. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook echt zenuwachtig. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dat verhoogt de prestatie. Nou ja, ik vind het precies. Ik vind het ook niet per definitie negatief, maar okay. ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, ik heb gewoon veel van je gelezen en uh, ja. ik vind het fantastisch. Ik wil je echt bedanken. Ik weet dat je zelf geen guru genoemd wil worden, ja. Uh, maar ja, een leraar ben je wel. En uh, ik moet zeggen tussen alle moeilijke boeken. Uh, en dat is misschien ook omdat je Nederlands, omdat je Nederlands bent. In, uh, ja, voor mij werden de, de, de dingen als uh, 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 Baron Katie, Eckhart Tolle en zo die ik wel uh, voelde. Maar door jou snap ik het. Ja. En ik vind het een fantastisch verhaal. Je bent. Je, ja, ik, ik zeg het gewoon. Uh, ik zeg, je bent zeventig. Bijna. Bijna 70. Ja, ja, ja. ja dat is toch. Ja, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Vind je dat een, een ding of niet? Dat is, uh, dat is wel een ding. Ja. 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 ja, dat is wel een ding. Ouder worden. Ja. Ja, het is dus niet voor niks dat uh, de boede al zei: de vier hoofdvormen van lijden zijn geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Dus dat, uh, ja, ouder worden heeft wel. Uh, ook zijn charme is wel, gelukkig ook. Maar uh, vooral fysiek is het wel eens. Uh, dat, uh, okay. Moet je af en toe wat slikken als je weer merkt dat er weer wat verminderd is. En dan ben ik nog gewoon gezond. Dus er vallen nog geen echte gaten in het systeem. Maar uh, een, een geleidelijke aftakeling is <laughs> wel onmiskenbaar. Ja, nou, dat wilde ik ja. echt uh, totaal niet zeggen. Maar, ja. uh, <laughs> ik wilde wel eventjes. Uh, nou ja, je bent nu bijna 70. Ik wilde eventjes naar de helft van je leven omdat ik dat ja, toch fenomenaal vind. Uh, daar kwam ik echt pas later achter, nadat ik al menig boek van je had gelezen. Ik kwam ik gewoon achter dat nou ja, op jouw 35ste eigenlijk dit pas begonnen is. Ja. Daarvoor was je drummer, ja. uh, Zeeland, uh, amfitamine. Ja. Echt, nou ja, uh, rock'n'roll. Ja, seks, drugs en rock'n'roll. Seks, drugs ja. en rock'n'roll, precies. Ja. Ja. En ja, het zal misschien een proces geweest zijn. Maar toch is er op een gegeven moment een moment geweest. dat jij op je 35ste dacht. oké, okay, nu ga ik goed voor mezelf zorgen. Kan je ons, ja, hoe lang het misschien ook geleden is. maar ons even mee terugnemen naar dat moment? Ja, ja, ja. Ik heb dat ook beschreven in mijn laatste boek. Uh, Wijzen naar de maan. Ja. En uh, ik was toen. Um, ik denk uh, 38, en um, zat in een ernstige relatiecrisis. Ik, had, uh, ik was vastgelopen in mijn werk. Ik had een burn-out. Ik was toen leraar ja. in het uh, middelbaar onderwijs. En uh, dan was ik afgebrand. Dus ik zat al thuis. Als um, in, in, uh, in de ziekte um, Ik was verslaafd aan amfetamine. En roken ook. Maar dat was toen... In, was ik me toen nog niet zo van bewust dat, dat, was dat toch het ook geen probleem, probleem was. Maar, <laughs> uh, maar die amfetamine wel. Dat werd nog steeds naarder. En uh, dus toen... Uh, ik kan me herinneren dat het echt op een bepaald moment is daar een soort ommekeer geweest. Ik was um, met mijn toenmalige echtgenote was ik een, uh, een dag naar Parijs geweest. En op de terugweg stelde ze mij ineens een vraag. Die, uh, die um, een hele. de vraag der vragen kan je wel zeggen in een traditionele relatie. Zij vroeg: Heb je ooit wel eens wat voor me verzwegen? Oeh. Mm. En. Um, ik schoot meteen in de lach, omdat ik zeg maar vanuit een soort van metaniveau niveau maar herkende van jeetje, dit is dus echt gewoon een vraag die, die gevaarlijk is om te stellen. Ja. Maar toen ik in de ik, ik schoot dus eerst in de lach, maar meteen had ik ook wel een soort gevoel van, van hier kan je niet meer onderuit. Nee. Gewoon, dit is zo, weet je wel, dit is zo. Iemand legt uh, het zo recht op tafel, recht op de man af, vragen van heb je ooit iets voor me verzwegen? dus uh, toen ben ik dus begin, aan haar begonnen met vertellen wat ik verzwegen had hè. dus ik had uh, eerst vertelde ik over een affaire die ik gehad had in, uh, in Parijs ook, ik kwam regelmatig in Parijs en daar had ik, heb ik een tijdje dan een vriendinnetje gehad stiekem hè. dus dat heb ik haar eerst opgebiecht en uh, haar reactie viel nog wel mee eigenlijk en toen had ik eerst nog de neiging om de rest te verzwijgen... maar dat kon toen niet meer. Nee, dat nee, nee. Van Als je eenmaal begint dan eerlijk te zijn... Ja, ja, ja. Kon, ik kon er niet meer mee ophouden. Nee. Het was bijna een soort van... hou je mond, hou je mond, weet je wel. Maar het stroomde eruit. Alles wat ik verzwegen had stroomde Lekker. eruit. En waar ik me toen dus het meest voor geneerde... was dat ik ook al regelmatig naar prostituees ging. Ja. Dus dat heb ik toen ook verteld. En, um, er ontstond dus een merkwaardig soort sfeer van openheid... maar ook wel een soort vervreemding. Het was niet zo van... Eenmaal alles opgebiecht, was alles weer koek en ei in onze nee, relatie. Nee, nee, nee. Want die relatie had veel meer redenen waarom die niet goed werkte. Dus die avond um, kwam ik thuis. We waren toen al apart gaan wonen in, de, in die buurt in Zeeuws-Vlaanderen. Dus toen kwam ik in mijn eigen huisje, een polderhuisje, in de, een beetje afgelegen huisje. En uh, heel grappig, ik had een jonge poes die ik toen eerst uit moest laten, want die was de hele dag binnen geweest. Die jonge poes die vloog ineens. Helemaal hoog in een boom, uh, een hoge populair, echt 20, 30 meter hoog. En hij vloog omhoog en eenmaal bovenin wist hij niet meer hoe hij eruit moest. Begon smartelijk te janken daar. Daar heb je inderdaad uh, bovenin, hè? In en ik normaal. raakte helemaal over mijn toeren. Dat ja. Ik begon dus ook te janken daar beneden: van mijn god, wat moet o, ik doen om die dat? kat uit die boom ja. te krijgen? En nou, ja. het leek wel of daar al een soort verharding aan het oplossen was. En ik begon te huilen. Als man deed je dat gewoon niet, nee. zeker niet in die tijd. Dus ik begon te huilen. Uiteindelijk ineens die poes, die leek wel of hij een soort... Ik zag hem bijna of van een idee krijgen. En ineens zag ik hem langzaam achteruit. Hè, dat je achteruit wel uh. omlaag kan. Dus hij kwam heel elegant, kwam die achteruit omlaag. Dus ik was enorm opgelucht. En toen kwam ik dus in huis. Terug in huis met die poes. En toen had ik echt zo'n moment van wanhoop. Ik zag ineens zo helder van geen werk meer. Geen relatie meer, weet je wel. Verslaafd aan amfetamine geen idee hoe ik nee. mijn leven moest inrichten was een soort diepe wanhoop was dat en uh, toen had ik ineens dat ze kreeg ik ineens een soort van het leek wel op een, op een stem maar het is niet iets zeg maar, soort van oh hij hoorde nee, een nee. stem of zo het was gewoon mijn eigen innerlijke stem die ik misschien voor het eerst echt hoorde en die op een hele vriendelijke manier zei Jan ga eens goed voor jezelf zorgen ja, ja en dat kwam zo binnen toen dus toen ben ik meteen daarna, ben ik was al diep in de nacht, we hebben toch nog eerst in bad gegaan, een soort gevoel van ik wil nu schoon zijn ja, en ik heb al ja. mijn amfetamine door de pleeg al, gespoeld ja. en ik was er ook echt van overtuigd, dat doe ik nooit meer. Dus de dag daarna met een gesprek gehad en met mijn toenmalige echtgenoot besloten om uit elkaar te gaan en ja. drie dagen later stond ik met een tasje kleren te liften. Naar Amsterdam, ik had dus echt helemaal niks. Nee, ik liet precies, alles nou, bij haar lekker achter. Lekker naar de grote stad. Ja, en daar woonden twee zussen van mij. Dus bij één zus kon ik een maand lang in een soort, soort kleerkast slapen. Okay. Een, een ruime kleerkast. Had ik mijn eigen plekje. En daarna kwam er bij die andere zus een soort appartementje vrij... waar ik dan twee jaar gewoond heb of zo. En, maar eigenlijk vanaf dat moment is is er, Ik zie dat echt als een soort ommekeer. Ja. Van echt maar alles in mijn leven was erop gericht om te verdoven. Om weg te lopen van mezelf. Om te ontkennen, weet je wel, van gevoelens weg te houden ja. en zo. Ineens was dat totaal vastgelopen. Maar dat is een mooi uh, besef. En dit, dit, he, dit is inderdaad het moment dat je dat realiseert. Alleen, wat ga je dan doen? Wat ga je lezen? Wat voor cursussen ga je doen? Of, of... Ja, ja, bij mij ging dat allemaal vanzelf. Ik kwam okay. in Amsterdam. Ik was toen al... In de nadagen van zeg maar, die relatiecrisis was ik al aan het, aan het computer. Hè. Ik had een ja, computer ja. gekocht. In die tijd was dat nog iets nieuws. Hè. Ja. En, uh, ik, natuurlijk, en ik vluchtte dus uit de relatie in het computeren. Dus ja. razendsnel had ik allerlei dingen ontdekt die nog niet zo algemeen bekend waren. Okay. Met name in het automatiseren van tekstverwerking. Had ik een soort, soort van uitvindingje gedaan. Ah, okay, dat, je, okay. dat, je, zeg maar, dat je allerlei teksten kon automatiseren. Dus toen ik eenmaal in Amsterdam was, uh, dacht ik, daar moet ik iets mee doen. Ik had het een keer aan iemand laten zien en die zei, hé, hey, nee, dat bestaat nog niet hoor. Daar kan je geld mee verdienen en zo. Denk, oh, dat wil ik dan wel eens proberen. Dus uh, ik ging naar een uitgever in Amsterdam. Ik zei van, ik heb hier een idee. Ik wil daar een boek over schrijven. Uh, ga je, wil je dat uitgeven? Dat was oké. Okay, dus ik schreef daar een boek over. ...over macro's in WordPerfect. Ja, ja, ja. ja, dat ja, toen. ja. Oh, macro's. Ja, ja macro's tui. in WordPerfect. Ja. En uh, WordPerfect was toen nog de, dat he, was de, de tekstverwerker. Ja, he. dat weet ik ook nog. Ja, ja. en uh, dus dat boek kwam uit. En uh, met dat boek stapte ik naar het grootste computertijdschrift in Nederland. PC Magazine. Ik ja. zeg van, ik ben specialist op het gebied van macro's. Kan ik voor jullie een rubriek ja, schrijven okay, elke okay. maand? Dat waren ze mee akkoord. Dus ik schreef elke maand een rubriek over macro's. Maar uh, ah, goed, dat is, en, dat is dus gewoon in no heel... time liep alles. Ja, alles dan liep, liep je het leven. Stroomde, weet je wel, want er kwam geld binnen. En... Ja, dat begrijp ik, maar dat is nog niet. Ik bedoel, dan zou je op zich makkelijk weer kunnen verzanden in allerlei ego-dingen. Ja, ego -dingen. ja en, en op... dat was gewoon helemaal ego. Ja. Hè? Het, was nee, okay. een soort, <laughs> het was een soort gezond worden van het ego. Ja, ja ik ging wat beter Gezonder functioneren. Damp, ja. ja, een maar... beetje functioneren. Maar hoe kwam je, wie, wie, wie inspireerde jou? Uh, wat ik zag, en ik, ik, ik moet zeggen, ik ken het niet zo goed. Mijn gevoel is er een beetje, nou laat ik eerlijk zeggen, negatief bij. Omdat, omdat ik voor mijn gevoel is het een soort Scientology. Maar dat, dat weet ik oprecht niet. Dus ja. dat, dat zal ik daar geen orde over hebben. Maar de, de, dat je nog een uh, essence cursus gedaan hebt. De essence. De essence ja, cursus. Essence. Ja, 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 ik kwam dus in uh, 1995. Kwam ik daar terecht bij de Essence. Zomaar via een vrienden die zeiden: van dat moet je eens een keer gaan doen. Dat en dat is, dit, dit, dit is nog een beetje de tijd waarin we zitten nu, toch? Of is dit later? Ja, nee, dit is de tijd van Amsterdam, dat ik in Amsterdam er, woonde. Ja, dat okay. mijn automatiseringspraktijk ja. ja, ja, ja. liep als een trein. En ja. dat ik uh, geld genoeg had. En, ja. en die mensen zeiden van uh, je moet die cursussen gaan doen. Hartstikke leuk. Weet je wel, helemaal niet zo van. Je moet eens gaan werken aan jezelf nee, of nee, zo, nee, okay. maar gewoon van ga eens iets, doe eens iets geks. Ja, okay. Weet je wel, vijf dagen lang word je gewoon helemaal door elkaar gerutteld. En, ja. Ja, en, uh, dus ik ging daarheen en um, daar uh, ben ik zeker drie jaar gebleven in oh, die club. Really? Okay. Uh, eerst, je kan dan uh, tegen betaling kan je dan zo'n cursus doen en dan heb je nog een vervolgcursus die je ook moet doen. En daarna kon je als assistent meehelpen in die training. Daar ja, hoefde ja, je ja. niks voor te betalen. Nee. En dan kreeg je ook nog een extra training erbij, als het ware. Maar dan moest je ook oefeningen doen samen met de deelnemers. In tweetallen en dat soort dingen. En, uh, en daar, zat okay. een heel, daar zat ook een heel um, ontwikkeld traject in. Dus je begon met een simpel taakje. En dat, uh, daarna de tweede keer kan je wat meer verantwoordelijkheid. En dan na een aantal keren was je training supervisor. Nee, okay. Dus je bent moest er je wel dan... positief over? Ja, het was en, wel, ja, ik ben er heel positief ja, over. Ja, ja, ja. Okay. En, uh, en natuurlijk, ik weet dat ze daarna heel erg slecht in de publiciteit gekomen zijn. En dat een aantal aspecten in een, uh, in een beetje een naardaglicht zijn komen te staan. En ik vind ook wel dat de mensen die die training gaven daar ook weer heel slecht op gereageerd hebben. Ja, ja, ja. En, uh, dus dat is waarom het zo in een kwaad daglicht is terechtgekomen. Maar het is vooral de... heel psychologisch, denk ja, ik. Ja, het was niet? gewoon een, was een, een, een psychologische training. Geen ja, spirituele nee, training. Precies. Het ging gewoon over uh, waar liggen je blokkades? Ja. Hoe komt dat? En hoe kan je er overheen komen? Ja, ja goed begin. Ja, gewoon je... een training, een persoonlijkheidsontwikkeling. Ja, gewoon ja, een ja. beetje een chakra training. Ja. Ook. Zo van ga ervoor. <laughs> weet ja. Tegenwoordig heb je ze nog steeds nee, ook. Ja, Wat is je mission statement? Zet jezelf in de wereld. Dat soort dingen. Hè? Dus dat soort trainingen. Ja. Zo eentje was dat er dus ook. Ja. En alleen met dat hele circuit van dat je zonder dat je iedere keer hoefde te betalen. Kon je iedere keer meehelpen in die training als assistent. En ja. kreeg je een soort opleiding in leidinggeven en zo. Maar wat leerde je in die tijd het meest als het gaat om psychologie en dus ook bij jezelf? Dat je dacht van... Oh, oh. ik leerde mijn, uh, mijn, mijn ego patronen kennen. Hè? Precies. Nee, het okay. belangrijkste patroon, het nice guy patroon. Hè? De nice guy is iemand die bang is voor conflicten. Ja en dus alle conflicten uit de weg gaat... en altijd vriendelijke gezichten trekt. Vooral als het een beetje spannend wordt... dan ja. haakt hij af en ja, hij ja, laat ja, een ja. beetje over zich heen lopen. En in relaties zegt hij altijd... zeg jij maar wat we gaan doen, weet je wel. Dat soort dingen, hè. Oké, okay, dus dat leerde je? Ja, en daar leer je dan in eerste instantie... leer je dat zien van jezelf, maar met een enorme gêne. Ja, want dat is in feite... het ego leert zichzelf kennen, maar ja. het ego is oordelen. Ego ja. is dit moet en dit ja. mag niet, weet je wel... En dus krijg je een sterke drang om van dat patroon af te komen. Dus ik ging keihard trainen in assertiviteit en eerlijkheid en directheid, weet ja. je wel. En dat kon je daar dus leren ook. Elke ja, ja, keer als ja. je daar aan een training meedeed, dan moest je je eigen goal op de muur schrijven, weet je wel. En, uh, en dan moest je dan heel weekend aanwerken aan je directheid en ja. aan je assertiviteit. Maar ja, en je komt je een beetje in een soort mindfuck, omdat je ego wil dan strijden tegen zichzelf. Hè? Just, dus ja. dat is ja. een rare. Ja, dat is, daar, zit, daar, zit, daar zit nog steeds zelfafwijzing in. Dat is waarom het ook nog steeds ego is. Ja. Maar je kunt evengoed wel werken aan een iets beter functionerend ego. Dus het ego definieer ik als alle, zeg maar, die hele mentale constructie die erop gericht is om liefde en erkenning van andere mensen te krijgen. Ja. Ten einde daar een gevoel van eigenwaarde aan te ontlenen. Hè? Dus je eigenwaarde wordt ja. altijd ontleend. Ja. Aan andere en omstandigheden. Ja. Geld verdienen, weet je ja. wel, relaties, ja. leuk gevonden worden, aardig ja. gevonden worden, dat soort dingen, succes. Ja. Ja, ja. En zo. En natuurlijk, uh, je hebt ego's die daar beter in zijn en andere ego's die dat minder geleerd hebben van huis uit. Dus dat, dat is naar mijn idee waar psychologie over gaat en waar persoonlijkheidsontwikkeling over gaat. Je traint je ego als het ware in het aanleren van, van zeg maar methoden die succesvoller zijn. Ja. In het binnenhalen van liefde ja, en erkenning. Ja. Ja, waardoor je zeg maar, op een wat zinvollere manier relaties kunt aangaan. En, en eventueel in je werk ook wat succesvoller kunt zijn. en, en je grenzen durft aan te geven. tegenwoordig ook heel, heel ja. belangrijk. En als het goed en, is, en, het niet hoeft, allemaal hoeft te verdoven en zo. Ja, weet dat je, dat zo, soort dingen. Ja, ja, dat waardoor je inderdaad ook minder afhankelijk bent van nare middelen. Ja. om uh, jezelf af en toe goed te voelen, hè, zoals ja. alcohol en drugs en ja. zo. Dus er is niks verkeerds over nee, persoonlijkheidsontwikkeling. Nee. Maar het blijft wel ego, dat ben ik met jij. Ja. En. Ja. en uh, was dat vanuit die kennis dat, uh, dat jij ook ineens bedacht? Hè, toen, wilde je, uh, toen wilde je, stoppen met roken, want je, toen rookte hij nog wel, ja. dan denk ik dus. Ja, nee, hey, want, want dan gaan we naar je dat eerste. Had, dat boek. had inderdaad met die trainingen te maken. Ja. Ik was weer vlak na zo'n training heb je meestal toch een enigszins soort euforisch gevoel hè? Ja, ja, ja. Je bent vijf dagen lang bij je hartstikke lekker uh, bezig uh, geweest. Ja, ik heb, uh, en ja. toen kreeg ik ook ineens door van. Ik ging bijvoorbeeld in die pauzes van die training, ging ik dan toch roken buiten uiteraard. Ja. Ik moest dan naar buiten al in die tijd. En, uh, en dan kreeg ik ineens door van, ik voelde me waanzinnig goed. En vervolgens ging ik buiten roken en toen ja. voelde ik me iets minder goed. Ja, ja, ik denk, ja. wacht even, waarom doe ik het dan als het ja. resultaat is dat ik me minder goed voel dan daarvoor? En toen viel het dubbeltje dus als het ware. Die had je toen ook nog dubbeltjes. Ja. <laughs> Een soort van, het is het, hey, wacht het even. Kwart, dus, dus het, het is, het is helemaal het kwart, niet maar. iets leuks waar je mee moet ophouden... Nee. omdat het ongezond is. Het is, het is gewoon niet leuk. helemaal niet leuk, nee. weet je wel. Toen zag ik dat, dus ik stopte ermee. En dat liep ook zo lekker, weet je wel. Ik was zo blij ermee. Van dag één geen enkel probleem. Dus en toen kwam dat idee, ik vertelde dat aan een vriendin die ook een kettenrookster was. Ik, ik vertelde erover en ze zei, jemig Jan, ik zou bijna stoppen met roken als ik je zo hoor. Mm. Waarom ga je geen mensen van het roken afhelpen? Ja. En ik was toen al een beetje in een opleiding ook om trainer te worden. Uh -huh. en, en in die opleiding werd je, van, werd je zeg maar, erg gestimuleerd van maak je eigen training. Ga ja. Ja, begin maar gewoon. Okay, weet okay. Je al. Dus ja, toen ja. heb ik uh, een stop met roken training gemaakt op 1 januari 19... 96 geloof ik, was de eerste keer dat ik hem gaf. Met moeite 12 mensen bij elkaar geschraapt. Ja. En een dag, uh, dag training gegeven. En zo kwam van het een het ander. Dus, uh, Taal, dus dat en liep en vrij snel. Ja, liep dat, dat heel erg goed. Ja. Heb ik een jaar lang, zo eens in de twee weken, gaf ik dan zo'n training aan een club van pakweg 30 mensen. En uh, toen heb ik daar een boek over geschreven. Hè. De opluchting heet dat boek: ja. Over stoppen met roken. En, afijn, en vanaf dat moment hm. kwamen er telkens. Weer boeken en. En die. Maar precies, echt. en dat vind ik het mooi. Daarom begin ik ook uh, daarmee. ...omdat je. Ik heb het een beetje verkeerd omgelezen ongeveer. Maar dat maakt ook niet zo uit. Maar je voelt gewoon heel erg dat. Uiteindelijk dat stoppen met roken. Dan wordt het wat, wat universeler. De verslaving voorbij. Ja. Dan eigenlijk kom je erachter dat. Uh, even los van, van de opvoedingsdingen waar we het nog over gaan hebben. Maar dan ja. komt verslaafd aan liefde. en verslaafd aan denken. Ja. Eigenlijk wordt het steeds groter. Ja. Uh, uh, en dat waren gewoon inzichten die jij. Ja, aan de hand van Die je. Gaandeweg, ja. Ja, dus ja. Dus in het stoppen met rokenboeken. had ik nog geen contact met de spirituele nee, okay. uh, input. Nee, precies. En, maar dat kwam dan kort daarna. En de verslaving voorbij heb ik toen al. heb ik geschreven in dat boeddhistische retraiteoord in Zuid-Frankrijk. Waar ik verder nog niet zo heel veel van spiritualiteit wist. Maar ik zat daar vooral ook omdat het gezellig was. Ja, en, ja, ja. Nou ja. Maar daar zat toch al iets weer iets meer in. Hè. En uiteindelijk het, hè, het hele idee wat toen ontstond. is dat al die verslavingsmechanismes, gebaseerd zijn op een nog dieper verslavingsmechanisme, en dat is de verslaving aan ons aangeleerde zelfbeeld, het Precies, ego. hè de, de, de zelfafwijzing. Ja, en dus ook verslaafd zijn aan zelfafwijzing, aan gedachten over ja. jezelf en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dus dat is uh, dat geleidelijk aan, zeg maar, mede door die spirituele lessen die ik daar ook elk jaar ja. ging volgen in Zuid-Frankrijk, ontstond dus een steeds helderder beeld van hoe mensen functioneren. En, het, en dat dat het woord verslaving dat telkens in terugkomt, dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ik dat zelf geweest ben ook. Ja, en, ja, ja. en ook dat mechanisme heel erg herken. Dat mechanisme is in, in wezen is dat je oplossing voor een probleem, is in feite ook de versterker ervan. Ja. Dus je hebt een naar gevoel, je ontdekt een oplossing, ja, drugs bijvoorbeeld of ja. fles wijn. Ja, ja, ja. Ja. En die oplossing voor dat nare gevoel versterkt het nare het gevoel. Niet meteen natuurlijk, nee, want dan nee. zou je meteen... na je eerste fles zou je ermee ophouden. Ja. Nee, het lijkt even te helpen. Ja. Je voelt je wat beter. En dan als het, het middel uitgewerkt is... kom je in een dieper laagje zelfverwijzing terug. En moet je dus weer een fles wijn hebben... of een, een snuif ja. of wat dan ook. Maar dit, en dat, is, dit en is, en is zo Dat mechanisme, mooi. Hè, dat mechanisme, dat kom je in alle... Alle geledingen terug. En dat is niet alleen bij drugs, maar dat zie je ook in relaties. Je ja. bent bang om je partner te verliezen. En je gaat dingen doen om die angst toegedekt juist, te juist, houden. Krampen, en die ja. dingen maken ja. dat je de kans weer vergroot. dat je partner op een dag bij je vandoor gaat. Ja. Of jij bij je partner er vandoor gaat. Ja. Nee, het is, ik vond dat zo ja, mooi omschreven voor mezelf. voor het zo... probleem. Ja, creëert en vergroot het ja, probleem. Het is hè? een soort, soort, soort kuil die je graaft... waarvan je dan even denkt dat die dicht is... maar terwijl ja. die een soort nep dicht is... ben je een dieper kuil aan het Juist, graven ja, en zo ja, 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 gaat ja. het maar door. Ja, en dat is dus eigenlijk ook de meest fundamentele boodschap... van de Boeddha en van allerlei andere spirituele stromingen. Zij dat het daar dus wat meer verpakt is... vaak in traditionele termen... over zeg maar de geest is versluierd... en mm -hmm. we doen allerlei dingen om... Gelukkig te zijn, die eigenlijk het geluk verknallen. En we doen allerlei dingen om van ons lijden af te komen, die het lijden verlengen. Ja. Maar, dus dat is in feite wat, hetzelfde, maar dan in een hele traditionele ja, ja, ja. formulering. Dat ja. is hoe de Boeddha het zei. Ja. Nee, en jij hebt het dan wat meer op verslaving gegooid, wat ik helemaal goed ja. vind, omdat we dat allemaal wel. Ja, dat kennen en, we meer, en dat hè? maakt het lekker. Ja, ja, ja. ja. ja dicht bij huis. Hè, dat je... Maar het is wel zo, en ik bedoel, ik wil mensen natuurlijk vooral aanraden om die boeken te lezen op het moment dat je ermee speelt, of dat je ermee zit. Maar ik vind het frappant dat er hele grote instituten zijn, noem een AA, noem hem, nou ja, allerlei, uh, nou ja, nobele instellingen die bezig zijn met verslavingen, die altijd heel erg aanhouden van, ja, uh, je bent altijd, je blijft altijd verslaafd, ja. alleen je, de vraag is meer, gebruik je het of niet? Ja, precies. En dat ja. aan zich is super heftig, vind ik dat ze dat zeggen. Ja. Ja, dat is heel, heel bizar eigenlijk. Dat, dat is, en dat hangt natuurlijk ook weer samen met dat nog diepere patroon van verslaafd zijn aan een zelfbeeld. Ja, ja. Dus we zijn ook verslaafd aan het idee dat als, als je een probleem hebt, moet je het bestrijden om er vanaf te komen. Dus ja. verslaving is het probleem. Ja. Ja, dus in, de, in, in een individu is verslaving een probleem. En dus moet dat individu een strijd aangaan met dat probleem. Ja, want pijn dat en mag niet. En nee, hij nee, moet precies. het dus bestrijden ja. en, en hij moet en dat wordt dan in de AA gedaan met een soort van besef, nou maar, de rest van je leven ben je gewoon verslaafd en je moet gewoon heel alert zijn, nooit vergeten nee. dat je verslaafd bent en je moet alert zijn en maar, vechten zo, tegen de aandrang. Maar zo heftig, want dat betekent ja. en dat ik bedoel, ik zie nu ook weer Gordon dat is een bekend persoon en die, ik ben echt blij voor hem dat hij ver, uh, af van de kook is, maar elke dag op social media, oké, okay, 160 Dagen clean. Blablabla. Ja, ja, ja. Dat en hij, ik ja. gun het hem heel erg, maar tegelijkertijd, ik, ik ja, ja dan Je voelt dan, zonde, je voelt dan want, alles van nou, ja, wacht tot want het misgaat. gaat. Hij, hij heeft en het middel niet meer, maar hij heeft ook niet de vreugde van het bevrijd zijn. Nee, je wel het zonde, dus, nee, het, dus nee, je blijft met niks achter. Maar heb je ooit wel eens een keer met mensen die van de A zijn daar heftige discussies over gehad? Want ik, mm. sinds, sinds de kennis die ik van ja. jouw boek geleerd heb, denk ik echt van ja, daar moeten ze mee ophouden, want ja. het, het, het lost het probleem niet op. Ja, ja tenminste, het geeft alles Ik snap het wel. Het probleem, telkens tijdelijk. Ja, het is een soort raamwerkers. Ja. Houvast, maar... ja en je moet dus eerst een, zeg maar, een methode loslaten is een, en zodat je die andere methode durft hè? die methode ja. die eigenlijk begint met vertrouwen op een verslaafde vertrouwen dat die in wezen niet verslaafd is nee. en dat een verslaving een aangeleerde reflex is die zichzelf in stand houdt ja. en als je hem bestrijdt alleen maar erger wordt maar misschien gaat het te diep voor mensen is dat het dat, ja, dat dit wel we. een soort huis aan de keuken maar, maar het is inderdaad ja. want je moet dan wel verder gaan dan je moet inderdaad echt voorbij die verslaving gaan en uiteindelijk kom je dus ja kom je dus eigenlijk bij verslaafd aan denken, oftewel uh, dat je als mens heel moeilijk uh, ja gewoon toch een reflex hebt pijn oh dat moet ik ja, uh, pijn wegdauwen wegdauwen ja. ja ja en je ziet het trouwens ook hè, nog even over die verslaving niet alleen in een individu maar de hele samenleving ook ja verslaving drugs het ja, probleem ja. Wordt gecriminaliseerd. Gigantisch veel geld stoppen we ja. in het bestrijden ja. van de drugscriminaliteit. Het, het met effect zo'n beetje nul. Omgekeerd. Ja. Ja, en en ja, ja, in feite ja. houden we daarmee die juiste criminaliteit in stand. Ja. Want door het feit dat het niet legaal is, nee. moeten mensen het op een of andere manier in de illegaliteit kopen. Ja, dus ook hier is het natuurlijk. Er zijn voorzichtig al stemmen die beginnen na te denken over legalisering van bepaalde mm, drugs. Ja. Maar een politicus op dit moment durft dat nog niet eens nee, te nee, zeggen. Nee, nee, we hebben daar Want gek die wordt in meteen een... afgebrand. Ja, maar echt, we hebben daar in de vrije tijd uh, ingezeten. Nu lijkt het ja. weer allemaal heel conservatief, ja. ook met het buitenland en zo. Ja. Maar hoe zit dat bij jou persoonlijk? Na de bewuste nacht uh, met de kat in de boom en. Uh, heb je nooit meer amfetamine gebruikt? Nee, nee, nee. Wow. Jammer, rien. Ja. En, ja. en, en, en... en, en zonder, zonder gemis ook. Nee, precies. Want ik ben toen nog wel, toen ik pas in Amsterdam was en net gestopt was met die amfetamine, dacht ik, ik moet toch niet al te, al te enthousiast zijn. En voor alle zekerheid ben ik ook nog naar de Jellinek gegaan. Okay. En daar ik, moest ik een paar weken lang elke ochtend mijn urine daar brengen. Ja, 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 ook. En dan had ja, ja. ik één keer in de week een gesprek met de ja. psycholoog. En ik dacht, laat ik dat nou maar gewoon doen, weet ja. je wel. Laat ik nou maar niet meteen denken van, ik ben ja. er al van af en ik doe dat. En, uh, maar daartoe bleek ook dus dat gewoon die psycholoog zei ook van, ja, nee, ik heb wel het idee dat je gewoon, ik weet niet hoe dat kan, maar uh, je bent er gewoon Want, mee, mee klaar. Maar denk jij dat het altijd, het, het, het gebruiken van drugs, is dat altijd een probleem? Nou ja, het is altijd verdoving, dus in dat opzicht is dat wel een soort probleem voor mij. Maar ik bedoel te zeggen, ik, ik moet eraan denken, dit is heel persoonlijk, maar ik ben uh -huh. ooit naar de jellinek gegaan, omdat ik vond dat ik te veel blode. Ja. En toen ik daar een goed gesprek had met die dame, nou, ze stuurde me, nou, eigenlijk stuurden ze me wel min of meer weg, omdat ze gewoon zoiets zei, ja, maar dat is, dat is helemaal niet, probleem. dat is helemaal niet ja. problematisch. Ja. Mm -hmm. En ik dacht, ja, maar ja, voor mij is dat het wel, want ja. ik grijp er gewoon naar op momenten dat ik het gewoon, nou, dat, ja. vind, dat vind ik niet goed of zo, ja. weet je wel, dus dat is, zijn dan mijn eigen normen ja. en waarden. Ja. Maar ik bedoel te zeggen, gebruik je helemaal niks? Nee. Nee, nee. Maar nee. ik bedoel, want dat gaat, bedoel, nee. kijk, ergens nee. kan je zeggen, uh, nee. alleen al, ja. Maar dat is dus niet uit strengheid, maar nee. bijvoorbeeld alcohol heb ik nooit lekker gevonden. Nee, oké, okay, dus dat ik, is daar wel. heb ik niks mee. En, maar verder, dus uh, ik heb ooit wel eens heroïne één keertje geprobeerd, wow. weet je wel, waanzinnig lekker, maar ik moest <laughs> de hele avond kotsen. Dat was toch heb je niet mijn. Heb gedaan, Jan? Ja, 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 maar dan wow. was toch, weet je wel, een soort van, je doet het een keer, maar dat wel lekker, hoor. Maar het lekker gevoel en de hele avond kotsen, ja, ja, dan denk ja, ja, ja. ik toch een beetje van, Doe, nee, not niet. my cup of tea, weet nee. je wel. Dus uh, ik heb zo'n beetje alles geprobeerd. En, um... Maar kijk, uh, dat, dat snap ik allemaal met wat echt meer synthetische dingen. Maar ergens, nou, we zitten hier aan een gezellig kopje thee met cacao. Uh, met, met een lekker chocola. chocolaatje, ja. Ja, ik bedoel, hoe... Uh, oh, daar zit nog wel, uh, ik heb nog wel eens de neiging om dan... Je ja, wel, als dat er zo'n bak met heerlijke bonbons ja. daar staat, dan neem ik er één en nog eens één en nog eens één. Ja. En zo, dat wel, ja. Maar nee, omdat dat... ik gewoon bijna denk, waar, 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 dat vind ik zelf soms lastig, omdat ik gewoon dan helemaal heel clean en zo. Ja. Maar ja, dan merk je dat oh, iets van suiker of iets van chocola ja. of in, in the end is het wel een boost van, van ja, toch je gedachten zijn er toch ook. En is het uiteindelijk het ego dat zegt, hoppa, nog even wat meer suiker, ja. nog even wat meer. Ik denk gewoon dat je moet gewoon kijken naar die... die je kunt dat op elk niveau herkennen. Is, het, is er een soort cyclus ontstaan waarin zelfafwijzing ja. de motor is van dwanggedrag? Ja. Dus op zich uh, kan ja. ik hem ook laten staan, die chocola. Ja. En af en toe dan neem ik hem dus, dat ja. chocola. Hè? En ik heb daar dan geen zelfafwijzing over. Nee. Vermoedelijk ook omdat ik... Ook niet daardoor te veel overgewicht heb. Nee. He, want dat is vaak een wisselwerking. Dan krijg je echt overgewicht. Dan... dan vind je dat een reden om jezelf af te wijzen. Ja. En dan wordt je verlangen naar chocola wordt dwangmatig. Want ja. dan ga je jezelf veroordelen over het verlangen naar chocola. Zo gauw je een verlangen veroordeelt in jezelf. wordt het een dwangmatig verlangen. Ja, oké. Okay, maar dit, ik ben blij dat je dit zegt. Want dit vind ik ook wel een lastig iets. Want op het moment dat je jezelf niet veroordeelt. ja, dan ben je er dus oké okay mee. Ja. 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 En dan, zit, dan ik, zit ik elke dag met me heroïne spuit te zetten, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is het punt. Hoe kan je, je oké okay zijn als je geleidelijk aan ziet dat je lichaam ja. naar de knoppen gaat? Ja, je bent er. Uh, dat, natuurlijk... En bijvoorbeeld over dat blowen, dat is dan fysiek niet zo heel erg ongezond, maar dan zou je bijvoorbeeld toch last kunnen krijgen van dat je steeds meer merkt dat je passief wordt. Hè? Ja. Er zit een soort passiviteitseffect in. En dan ontstaat er dus tegelijkertijd een soort. Ongenoegen daarover. Mm -hmm. En dan krijg je ook door dat je, heel, dat je eigenlijk niet meer vrij bent nee. om te besluiten. Je nee. bent gewend om nee. s'avonds om negen uur te beginnen. en de rest van de avond ja. je helemaal knetter te stoom te blowen, of wat dan ook. En, en er komt dan niet een avond dat je denkt, zal ik vanavond eens overslaan? Zo, dat kan dan niet meer. Nee. Ja, dus de routine is, wordt steeds meer dwangmatigheid ook. En dan, dan kom je op dat punt dat je je kunt afvragen, is dit nog wel leuk? Ja. Je kan ook niet tegen jezelf liegen hoor, dus in dat opzicht ja. is dat een soort houding. Houdvast... Terwijl ik niet, niet, niet a priori, zeker bij hash en, uh, en wiet nee. en zo, is in zichzelf niet zo heel erg ongezond. En, uh, en ik ken mensen die ja, dat af en toe dan eens doen, weet je wel. En dan gaan ze gezellig muziek maken met elkaar, roken ze ja. een joint en dan hebben ze wat extra plezier en zo. Is dat is natuurlijk geen enkel probleem dan. Nee. En dan daarna. Is het ook er zit geen dwangmatigheid in. Nee, het... Maar heb je dat zelf helemaal niet meer? Want juist de, de muzikus in je, nou ja, je hebt dus echt wel de tijden gehad. Soms ja. is het toch ook wel eventjes lekker om te zweven? Zo laat ik het zo zeggen. Ja, ja, ik weet niet hoor. Ik zweef eigenlijk al door mijn beoefening. <laughs> ja. ja, dus nee, als nee, het, ja. Nou, Zweven klinkt nog een beetje transachtig, maar. Dat, die, dat behoefte aan helderheid, behoefte aan totale ontspanning, dat, uh, dat krijg ik wel via de beoefening. Ja. ja. En, en ik heb overigens wel, ik ben wel nieuwsgierig naar dingen. Ik heb ja. een, een paar jaar geleden nog eens echt uh, bijvoorbeeld in de, gedoken in die uh, ja, DMT. Hè? Oh, ja, dat dacht ik al. ja. Vijf ja, ja, ja. Meo, Meo DMT. Ja, en, uh, ja, ja. Daar heb ik een bijzondere ervaring mee gehad. Heb je de mannetjes en zo, gezien en zo? Nee, nee bij oh. 5-meo-DMT zie je helemaal niks. Oh, zie je helemaal niks, oké. Okay. Dat, is, dat is meer bij ayahuasca en DMT. Daar ja. krijg je visioenen. Ja. Bij 5-meo-DMT zie je juist helemaal niks meer. Maar blijf je wel gewaar. Het ja, ja, ja. is een heel merkwaardige, oh. merkwaardige ervaring... die je moeilijk kunt navertellen zelfs... omdat de denkende geest ook helemaal stopt... en je ziet niks meer, je hoort niks meer, je voelt niks meer... en, en je, je komt in een soort... Je soort, soort oneindig gewaar zijn. Ja. En dat is al heel bijzonder. En dan vanuit dat oneindig gewaar zijn. als het middel uitgewerkt raakt. dan zie je eigenlijk heel geleidelijk. zie je, je je gebruikelijke manier van werkelijkheidsbeleving. zie je terugkomen op een manier waarop je hem herkent. Ja, ja, ja. Dus je ziet eerst een gedachte opkomen. Oh wow. Dit is een gedachte. En dan zie je ineens een lichaam liggen, weet je wel. En vanuit het perspectief, zo van dat je kijkt een beetje zo naar een. Soort van, je ziet dan een soort borst en been liggen. Benen. Ja. En de, vanuit dat perspectief trek je een soort rationele conclusie van, hé hey, dat moet dat dan wel mijn lichaam ja, zijn, maar ja. het voelt nog niet als zodanig. Ja. En dan krijg je ineens een soort beeld van je hele zelfbeeld. Een soort van al die patroontjes en al die ja, ja. angstjes en hoopjes en vreesjes en opvattingjes die tezamen je zelfbeeld vormen. Dat je dat ineens ziet als ja. een aangeleerde constructie. Zo is het buitengewoon verhelderend. Maar dat was één keer leuk. dat was en, één keer. Ik en... drie keer gedaan, maar oh, dat was zo. Ja. Toen dacht ik wel, oké, nou weet ik het wel. Ja. Want uh, je kan daar ook weer niet echt, zeg maar, verslaafd nee. in de traditionele nee. betekenis, nee. Nee. maar nee. je kunt wel in een valkuil komen dat je je, je, je middelmatig bestaan af en toe moet onderbreken met zo'n hele extatische ja, ervaring. Ja, ja, ja. Ja? Dus dat is heftigheid... natuurlijk met Ayahuasca, eh, zie ik dat ook wel bij mensen. Ik heb dat nooit ja. gedaan. Het, dus ik zou dat echt ooit wel willen. En ik heb dat DMT dus wel gedaan, dus dat is nou, een ja. onderdeel ervan. Maar dat er heel veel mensen zijn, of nou, niet heel veel, maar een aantal mensen zijn, die dat gewoon onder zoveel tijd ook weer ja. nodig hebben. Ja, als een soort vakantietje van een Want saai leven. Even, hè? Ja, ja, ja. ja, en dat is dan een soort valkuil. En je dan hebt ook mensen die, die denken dat het, de ervaring die je hebt tijdens ayahuasca-gebruik, dat dat een soort verlichting is. En dat dat dus is wat je moet zien te bereiken als permanente manier van ervaren. En dus dat is vaak ook een reden waarom ze dan elk weekend ja, 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 dan weer ja, ja, opnieuw ayahuasca gaan gebruiken. In ja, de hoop dat ze het ooit Dat ergens, ze erin blijven hangen. Dat je erin blijft hangen, hè. Ja, ja, maar, ja, ja. maar dat is natuurlijk helemaal... De, ja, dat, zo werkt het niet. Dat is niet wat verlichting nee, is. Nee. nee. Oké, okay, even dan over ego. Je hè, geconstrueerd zelfbeeld. Dat is, dat is ego. En in principe is dat... Is ego altijd verkramping? Ten opzichte van die open, ruime, natuurlijke staat van zijn is ego altijd verkramping. Ja, ja, ja. ja het is altijd wat de zen-mensen noemen het small mind. Ja? Ten opzichte ja, ja. van big mind is ja. die eenheid met alles. En small mind, dat is ik, weet je wel. Maar ja. ik vind het vooral goed dat jij ook zegt... en dat het, uh, dat het ook weer niet... Ik bedoel, je moet niet de illusie hebben dat je egoloos bent. Nee, nee, nee. En, nee, ja. en, 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 en dat is een, dat streef, is een vergissing die vaak gemaakt wordt. <laughs> omdat ego wel eens waar de oorzaak van alle problemen is. En mensen dus denken, dan moet ik dus van dat ego af. Ja. En ik moet egoloos worden... Maar dat is een uitdrukking uit de spiritualiteit die verkeerd begrepen wordt. Je, het ego verdwijnt niet, maar jij houdt op het ego te zijn. Ja. Ja? Dus je herkent je dat het dat ego het is. niet is wie je werkelijk bent. Ja. En wie je werkelijk bent is niet het ego. Nee. Dus wie je werkelijk bent zou je egoloos kunnen noemen. Maar dat betekent niet dat er niet ook een ego is. Ik bedoel, je hebt nog steeds een naam, je hebt nog steeds een lichaam, ja. weet je wel. Je hebt nog steeds je opvattingen, ja. politiek en ja. qua relaties en dat soort dingen. Ja. En je doet je dingen in de wereld en ja. je vindt sommige mensen leuk, andere mensen niet leuk. Allemaal volkomen, oké, okay. daar is niks mis mee. En, en het probleem wat daarin zat, is niet het ego, maar de identificatie ja. met het ego. Dus ja. niet eens doorhebben dat wie je denkt dat je bent, niet is wie je werkelijk bent. Nee. En je dus volledig versmolten voelen met dat aangeleerde zelfbeeld, dat levert de problemen op. En spiritualiteit zegt dus niet dat ego moet stoppen. Nee, je moet ontdekken dat jij dat ego niet bent. En dus eigenlijk de-identificeren. Ja. Die identificatie met dat ego loslaten door te ontdekken wie je werkelijk bent. En wie je werkelijk bent, of wat je werkelijk bent, is een soort open, ruime staat van zijn. Die gewaar is van het ego ja. en van de gevoelens van hoop en vrees en angst en zorgen van het ego. En daar een of... beetje eigenlijk, ja, zeg je dat een beetje op kan neerkijken. Ja, neerkijken klinkt negatief. Hè, ja. Ver, er vertedert nakijken, ja, noem ja, ja, ik het altijd. Je ziet het zonder veroordeling. Dat ja. is het hele punt. Het ego is domweg gewoon een oude reflex. Als je hem veroordeelt, wordt hij telkens weer veranderd. Die weer in een soort dwangmatig handelen. Ja. Als je hem herkent, een soort van, oh, kijk mijn mij nice nou weer eens. Mijn beste ja. doen om niet afgewezen te worden. Geeft niks, mag best. Laat maar even, weet je wel. Dan ja. kijk je ernaar met de vriendelijkheid. En dan lost dat dwangmatige, lost eruit op. Dat verdwijnt eruit. Maar ik merk wel dat ik er bijna een beetje te allergisch voor ben of zo. Geworden. Juist omdat ik me er gewoon wel heel erg bewust van ben. En nou, bijvoorbeeld, het, dit, dit concept van mij. Koekeroe noem ik het. Wat een soort zelfbedacht woord is. Wat heel erg gaat om je binnenste... en dan dus juist niet je ego. Uh, mm -hmm. dus ik weet niet of je dat je ziel moet doen... maar gewoon je eigen... Ja. Uh, gewoon wie, wie je echt, echt bent. Hoe, hoe, ja, ja, hoe wat je, dat dan ook is. Ja, hoe ja. universeel dat ook mag klinken. Exact. Alleen, ik merk dan toch dat ik het... ook juist omdat het hier dan over gaat... ik denk, ja, maar wie ben ik om dat te zeggen? Wie ben ik? Hoezo ga ik uh, mensen meenemen op mijn pad? Uh, want dan vind ik dat weer ineens heel... Ego vind ik dat weer heel erg mm -hmm. ego of zo. Ja. Dus dat, ja, ik zou willen vragen, hoe ga jij daarmee om? Want... Ik denk dat, uh, dat uh, wat je nu beschrijft, is een stadium in de ontwikkeling van bewustzijn, waarin je wel bewust wordt van je egopatronen, maar nog niet vrij bent van het oordeel erover. Nee. En dan heb ja. je dus toch van, oeh, dit is toch wel een beetje ego. Daar klinkt dus al een beetje soort van, is dit wel oké? Okay? Mag ja, dit eigenlijk nee, wel? Nee, is dit wel toe. spiritueel genoeg of zo? Ja. Hè? Dat, hè? En, de, en daar zit hem nog. Maar die, die, die valkuil moet je doorheen. Je kan hem niet voorkomen. Nee. Dus de, het, het, zeg maar, de, de, de volgorde is eigenlijk dit. Eerst ben je je ego. Je kent het woord niet eens, bij nee. wijze van spreken. Nee. Hè? Dat is, in onze jeugd Precies. ontstaat dat zo. En dan ergens in je volwassen leven word je je bewust van bepaalde aspecten van dat ego. onder invloed van zowel de kennis erover. Als onder invloed van je eigen ervaring. Namelijk ja. dat bepaalde delen van je ego. leveren herhaaldelijk voor problemen ja. op. Ja? Leveren ellende op, af en toe. En daardoor leer je ze kennen. En dat bewustzijn heeft sterk de neiging. om dat aspect van dat ego te gaan veroordelen. ervan af te willen en iets anders aan te leren. Zoals ik in die tijd dat ik in opleiding voor trainer was, ja, ja. een soort walging had van mijn eigen nice guy patroon, weet ja. oh, je wel, altijd dat glimlachje, weet oh, je wel, ja, 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 ja. en heel erg groot van Om het Posieke, trainer ja, was voor ja, ja. assertiviteit en directheid ja. en zo en. Um... Dus dan ben je met ego ego aan het bestrijden. Ja, ja, precies. En dat heet, ja. dat noem ik dan de dissociatiefase. Dus eerst ben je versmolten met je ego, ja. dan krijg je een bewustzijn van een bepaald aspect van dat ego, maar wil je er meteen ook van af. Ja, ja. En je leert iets anders aan, wat overigens beter functioneert dan doorgaans dan dat patroon waar je van af ja, wil. Dus ja. het is op zich nog niet eens verkeerd dat je dat doet. Alleen dat nieuwe patroon daar raak je dan eerst mee versmolten. Dus een nieuwe identiteit is geboren. Ja, ik ontwikkelde in plaats van de nice guy die altijd conflict uit de weg gaat, had ik een soort trainersidentiteit ontwikkeld van ik durf mensen te confronteren. Mm -hmm. ja? En dat deed ik dan ook af en toe. Ja, te pas en te onpas. Ja? Dus dat werd en ook pas een daarna, je, pas ja, daarna ja, komt ja, ja. dat stadium, dat noem ik dan het spirituele stadium, dat ja, ja, is dat ja. je bewust wordt van je ego, maar tegelijkertijd leert dat dat niet het eigenlijke probleem is. Nee. En dat het probleem hem alleen maar zat in het niet bewust zijn van je ego. Dus moet je dat wat je leert zien ook nog eens leren liefdevol te omhelzen zonder het te willen veranderen. Dus jij hebt iets gemaakt waarvan je, weet je wel, uit een soort van ja, ja, ja. uit je ego. Gewoon. Je bent radiomaker, je ja, ja. denkt, laat ik eens iets nieuws doen ja. ook. Ja, je zet iets neer. Ja. Weet je wel? En je wil daarin ook nog bepaalde dingen waar je enthousiast over bent, wil je delen. Bepaalde opvattingen. Ja. Je wil mensen interviewen waar jij enthousiast over ja. bent, weet je wel? Het ja. is allemaal ego. Ja. En er is niks mis mee. Ja, precies. Bedankt. Ja? En het <laughs> punt is nu dat je tegelijkertijd, als je ook nog regelmatig zeg maar, mediteert, word je ja. daar steeds bewust van. Nou, dat is het natuurlijk. Dat zit me net te bedenken van hoe. En dat is, de, dat is het antwoord. Door inderdaad op regelmatige basis te mediteren, omdat dat altijd de momenten zullen zijn dat je daar los van komt ja, en ja. kan realiseren... hé, hey, de afgelopen uren... Uh, ja. ja, precies. Ja. Ja. Het is kijken naar en niet oordelen over wat je ziet. Nee. En dat moet je echt oefenen. Want anders blijf je een beetje heen en weer gaan ja, tussen ja. versmelten... en dan weer dissocieren en dan weer veroordelen... en dan weer vinden dat je anders moet zijn dan je bent en dat soort dingen. Maar dat betekent dus, uh, ik neem aan dat jij dat zo doet... dat je dus ook gewoon onwijze structuur heb, eigenlijk hebt gemaakt om regelmatig te mediteren. Ja, maar dat groeit ook. Dat, Want uh, uh, in het begin, ik kan me herinneren... de eerste twee jaar dat ik in, bij die Tibetaanse leraren les volgde... Deed ik niks aan meditatie. Ik okay. vond het tijdverspilling. Ja, ja. Ik was toen nog in, die, in de, zeg maar, de, de overtuiging van de linkse intellectueel: ja. als je alles maar snapt, dan zijn al je problemen Precies. voorbij. Dus gewoon ja. veel en het informatie. Duurde, het duurde twee ja, jaar ja, ja. van wel heel veel studeren ja, en ja, boeken ook lezen ook en zo. Hè? Dus, uh... Totdat ik doorkreeg dat met snappen alleen ga ja. je er niet komen. Hè? En, en, dat was toen, en toen kreeg ik ook onderricht van een andere leraar die het ook net ietsje. Toegankelijker uitlegde ook en zei: Oh, wacht even, nou snap ik het. Nou, dan ga ik eraan beginnen. En dan begin je met vijf of tien minuten per dag. Weet je wel, ja. dat is dan al een hele prestatie. Ja. En dan geleidelijk aan breidt zich dat dan uit. Ja. Dat is de bedoeling. Dus ik geef mijn cursisten ook altijd mee. Als je echt ambitieus wil zijn, doe drie keer per dag vijf minuten ja. als beginner. Ja. En pas als je het gevoel hebt van hij is het nou al voorbij die vijf minuten, dan mag je dan naar je tien door. minuten. Ja. Waarbij, dat is toch ook wel even goed, uh, waarbij je verschillende soorten van mediteren hebt. Hè? Want ja. Ik ben al lang blij dat veel meer mensen ermee bezig zijn. En zeker op het moment dat het een soort rust in jezelf geeft, is dat allemaal prima. Maar eigenlijk, ja, nee, ik weet niet hoe je dat. Al... Ja, ik weet niet of je echt twee soorten mediteren hebt. Maar... Ja, je hebt twee soorten ja, mediteren. Toch? Ja, toch? Grofweg heb je twee ja. groepen. Je hebt enig gewoon een beetje soort rustig in je hoofd, wat <coughs> fijn is hoor. En ik, misschien ga je er. Ja, dat uh... noemen ze de kalmeringsmeditatie. Ja, en ja, en, uh, en Shamatha in Sanskriet is een, is een onderdeel van spiritualiteit, maar tegelijkertijd fungeert het volledig op ego-niveau. Ja. Het je zoekt de onrust niet op. Ja, ja ego ja. zegt gewoon: Ik moet gewoon iets doen om te kalmeren. Ja. En ja. gaat 20 minuten per dag. En dan meestal die, die tak van meditatie. Daar zie je mensen altijd met hun ogen dicht ook zitten. Ja. Vaak ook met een koptelefoontje op met een geleide Japans fluitje. Of ja. een geleide ja, ja. meditatie aan. Ja. Ja, 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 ja. een, een zachte, warme stem die jou de kalmering inbabbelt. Ja. En dat is prima. daar is niks mis mee. Ik noem dat wel eens wel een spiritualiteit. Ja. Het effect is hetzelfde ja. als een ja, ja. dagje sauna. Ja. Ja, ja, ja. Ja, heerlijk. Nee, niks nee, mis ja. mee. Nee. Alleen het brengt je niet zeg maar, uit die identificatie met je eigen gedachten. Nee. En daarvoor heb je dus andere methoden, die ook vaak meditatie genoemd worden. En maar bijvoorbeeld het onderscheid zie je bijvoorbeeld dat die methode, daar mediteer je met je ogen open. Ja. En zonder kalmerend ja. stemmetje of Japans fluitje of nee, zo. Precies. Nou namelijk gewoon zijn met de werkelijkheid. Ja. Weet je wel, de werkelijkheid ja. van dit moment. Je zit ergens, je hoort geluiden, je ziet bewegingen. Ja. En wat je probeert is zo bewust mogelijk gewaar te zijn van al die ervaringen, zonder ze te veranderen. Zonder kalmer te ja. moeten worden of ja, rustiger ja. of verlichter of meer compassie. En in dat, zeg maar, loslaten van ego streven om beter te willen worden dan je nu bent, ontstaat als het ware spontaan die helderheid, die ze dan, zeg maar, verlichting noemen. Ja, maar ja, ja nee, je zegt het. Maar precies dat ego vindt dat ook daarna. Ik kan je daarna weer een complimentje geven over, ja. uh, nou, dat heb je ja, goed dat, gedaan. Ja, ja, en het grappige is, ja. de, bo de Boeddha heeft dat allemaal al voorzien. Dus de Boeddha okay. gaf heel veel meditatiemethoden die eigenlijk het ego een soort worst voor de neus hangen. Ja. Ja, en als je hem dan blijft doen, doe je dat in eerste instantie omdat je iets wilt bereiken. Een dus soort doel, een ja, ja, worst ja. voor je neus, ego. Ja. En, en aldoende levert dat geleidelijk aan een soort besef op van, hé, hey, maar wacht eens even. Een soort van, wat ben ik eigenlijk aan het doen hier? Ja, ja, ja. Dus je moet eerst, moet dat ja, ego, het, ja, 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 wie gaat ja, er op het spirituele pad? In eerste instantie gewoon het ego. Ja, ja. Okay. ja je wordt geïnspireerd okay, door okay. een boek en een leraar. En je denkt, oh, vrij van lijden, weet je wel. En zinvolle relaties aangaan en zo. Hè? Dat wil ik ook. En je gaat ja. je oefenen. En je gaat nog meer boeken lezen en cursussen volgen en workshops en zo. En aldoende ontstaat ergens in dat proces... Okay. Een soort spontaan soort van: Ja, maar wacht even. Ja. Wie is hier eigenlijk zijn best aan het doen om verlichting te bereiken? Maar dat kan toch niet? En dan, en dan ineens zeg maar, ontstaat er die, die openheid, die ja. ruimte okay. om dat ego heen. Waarin okay. je dus eigenlijk juist door niets te doen, je bevrijdt van ja. de beknellingen van dat ego. Nee, precies. Door het gewoon zo te laten zijn, ja. ook niet weg te duwen. Oké, ja, ja. oké. Okay, okay. Nou ah, dit, uh, oké, okay. onwijs bedankt hiervoor, Jan. Dit is, ja. uh, dit is voor mij uh, is dat heel veel. Um, ja, oké, okay. dan um, eventjes meer naar, nou ja, uh, ik denk, is, is, is eigenlijk, uh, is de opluchting jouw grootste boek of verslaafd aan de liefde? De, qua verkoopcijfers, ja? verslaafd aan liefde. Ja, oh, oké. Okay. Ja, ten eerste de opluchting is... Uh... Ja, maar die is een jaar ouder. Ja, maar die is nog in allemaal, Die en zo is, is nog Die is nog, vertaald die is nog steeds zo. ook. Ja, is inmiddels ook een bestseller. Ja. Maar qua aantallen ligt dat dan toch nog iets lager dan uh, Verslaafd aan Liefde. Moet dan die dan verslaafd werd... aan Liefde moet die ook niet vertaald worden? En zo. Uh, is, is vertaald oh, is uh, ooit geweest in het Duits. Maar daar is er uh, op een of andere manier die uitgever is gestagneerd. En het is, uh, het is uh, ik heb het zelf laten vertalen in het Engels. Ja. Maar het is niet bij een Engelse uitgever. Ah, okay. uh, dat is ons tot heden niet gelukt om een Engelse uitgever te vinden. Dus hebben we het gewoon, uh, mijn uitgever, mijn Nederlandse uitgever. Mm -hmm. die heeft het gewoon als print-on-demand ja, uitgegeven. Ja, ja, okay. Dus het is te krijgen in het Engels. Okay. Maar het verkoopt heel weinig. Want het zijn vooral mensen die het in het Nederlands gelezen ja, hebben. en ja, ja. die een Engelstalige vriend of vriendin hebben. Hè. Ja. Die moeten het ook lezen. Dus, uh... Nee, want ik moet zeggen, en dat is niet omdat je nou tegenover me zit. maar ik denk echt dat het, als het gaat over specifiek dit onderwerp. En natuurlijk zijn er best wel veel boeken over geschreven. Uh, maar, nou... Het, ja, het er komt nog... een Franse uit. Ah, ja, oui. Ja, dus, uh, okay. Accro à l'amour heet okay. het. Ja, ja, ja. verslaafde aan liefde. En uh, het komt geloof ik in september komt het uit in Frankrijk. Oké, okay. oh, ja. dat is leuk. Ja. Uh, even voor de mensen die het niet gelezen hebben. Uh, het komt erop neer dat... Nou ja, liefde heel erg uh, voor ons in ons hoofd vaak is dat je... Nou ja, dat het ga, eigenlijk gaat om... Uh, Eigenwaarde geven. Hè? Dus, dus, ja, liefde en erkenning van anderen ja. nodig hebben om een soort van kunstmatige eigenwaarde in stand te houden. Ja. ja. En het spirituele visie laat zien dat dat zo werkt en laat ook zien hoe je rechtstreeks contact kunt krijgen met een soort inherente eigenwaarde. En dat betekent niet dat je dan geen relaties meer nee. hoeft of wil aangaan. Het betekent alleen dat je veel minder vanuit angst en behoeftigheid. Je vastklampt aan een partner en veel meer vanuit liefde en overvloed als het ware deelt met een partner. Mm. Ja, dus het ego blijft ook gewoon actief. Ja? Ja. Dus je valt op bepaalde leuke mannen of vrouwen en op ja. andere types val je niet. En in, dat, in die relatie komen ook allerlei dingen weer aan het licht van je ego. Ja? En het enige verschil is dat je bijvoorbeeld niet je partner verwijt als jij het moeilijk hebt, maar dat je dan herkent, wacht even, de partner doet wel eens iets of laat iets wat bij mij pijn doet, maar dat ja. is mijn eigen geest die daar nog een stukje onverwerkt, zeg maar, verleden heeft. En zo dan help je elkaar echt om, zeg maar, oude, oude identificaties te genezen... door ze liefdevol te omhelzen. Ja. Heb jij een lange tijd gehad dat je, dat je het een beetje uit de weg ging? Want ik merkte zelf nou dat uiteindelijk heeft het niet zo lang geduurd... maar dat ik wel uh, een beetje door de kennis die je dan uh, nou ja, tot je krijgt... onder andere zeker vanuit jouw boek... En toen was ik dus ook alleen. Uh, Alles behalve eenzaam, maar wel mm -hmm. lekker alleen. En ik mm -hmm. merkte toch dat op het moment dat er weer een vrouw in mijn leven kwam, dat ik eigenlijk dacht: Oh, maar ja, ik was eigenlijk beter toen ik alleen was. Mm -hmm. uh, wat, ja, wat ik ook weer niet meen. Want dat zou een beetje lullig zijn voor mijn vriendin. Maar ik bedoel te zeggen dat je. Ja, bijna een beetje. Ik bedoel, ik heb veel respect voor Monniken en zo. Maar ik denk ja. soms ook wel eens van ja, zo kan ik het ook. Weet je wel, lekker, ja, ja, lekker, lekker afgesloten van alles. Ja. En dan ja. heel erg heel erg ja. en clean en oprecht met jezelf zijn. Ja. Ja. Maar ja, je gaat eigenlijk het gevaar niet meer aan. Hè? Je ja, gaat precies, er... dat, heeft, uh, dat uh, kloosterleven heeft wel een klein beetje een soort van. Um, ja, nee, uh, nogmaals, respect. Yeah. Uh, yeah. Uh, want het, het, het is ook goed voor de wereld of zo, denk ik. Maar heb jij dat gehad? Dat je, dat je gewoon ook door de inzicht en ook een beetje de drama die je gehad hebt heel erg dacht, oké... Okay, relaties, dat is niks voor mij? Nee, niet zo extreem. Maar ik, ben, ik ben, heb wel, ben wel... heel voorzichtig geworden... in het al te snel... levens met elkaar laten vermengen. Ja. Dus na dat huwelijk... wat, zeg maar, gelopen is... in het in, zeg maar, einde vorige eeuw... klinkt zo lekker lang geleden. <laughs> ja? ja. Maar uh, daarna heb ik nog wel... relaties gehad, ja. waar uh, dan... bijvoorbeeld toch al vrij snel... Duidelijk van laten we dan niet gaan samenwonen. Nee, 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 wel nee, elkaar nee. regelmatig zien. Ja. Uh, ik had natuurlijk al kinderen, dus het hele idee van samen kinderen, dat hoefde al niet nee. meer. En uh, dus niet samenwonen en, en geleidelijk aan uh, ook bijvoorbeeld ook niet vriendenkringen al te veel vermengen. Dus hou gewoon je eigen vrienden elk. Ja, ja, ja. Uh, en natuurlijk krijg je ook nog wel wat vrienden die je gezamenlijk hebt. Maar dat, uh, dat uh, wat je doorgaan ziet als twee ego's verliefd op elkaar zijn, is dat dat die ego's zich het meest prettig lijken te voelen... door, door hun zelfstandigheid volkomen overboord te gooien. Exact. Maar dat voelt, ik bedoel, door, ook weer nogmaals door kennis... ervaar ik nu ook van, oh nee. Je denkt heel erg als een soort puzzelstukjes... van, oh leuk, en we passen precies in elkaar. En wat jij niet hebt, heb ik wel. Ja, ja, ja. Nou, dat is dus echt slecht. Ja, dat werkt dat werkt. Dat als... werkt niet, tenminste ervan uitgaande dat je zelf groeit... en op een gegeven moment ben je ja. een ander puzzelstukje... en dan werkt ja. het niet meer. ja. Dus uh, ja, ik heb uh, inderdaad uh, in de loop der jaren wel, wel geleerd om daar, om daar um, voorzichtiger in te zijn. Maar niet vanuit een soort uh, bindingsangst. Nee, want precies. ik kan toch behoorlijk verliefd worden ook. En dan uh, weet ik al van: oh, dit gaat oh, weer pijn doen, ja, weet je wel. Maar dan geef je er wel een over. Ik ga het wel doen. Ja, gewoon, lekker, okay, een ja, beetje, ja, het zou een ja. beetje absurd zijn. Nou, maar ja. Zoiets leuks dan soort niet te doen, omdat het ook pijn gaat opleveren, ja. weet je wel. Dus daar heb ik geen last nou, van. Nou, dat ook. zeg jij dan. Ik. Uh, ik weet, mijn moeder, dat is een iets andere situatie, maar door het overlijden van mijn vader en mijn zus, merk ik heel erg, en ik krijg er dat niet goed uitgelegd, dat zij heeft besloten, en ik, ik snap het, uit een soort veiligheid van, oké, okay, ik ga gewoon weinig sociale contacten aan, mm -mm. want dan is het gewoon altijd wel een zesje. En ik heb er nog een gezegd, ja. ja, maar mama, een acht en een vier is toch een leuker leven, is gemiddeld ook ja. een zes, ja. maar je hebt wel die acht. Ja, 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 ja. Maar ja. dat is... Ja, dat, uh, dat is, maar dat kan je, dat ieder zijn eigen keuze ja, hè? Dus ja, mensen willen dan zo. een tijdje gewoon een soort van kalm, uh, even, even in een kalm hoekje, ja. in een marmotte hoekje, eventjes bijkomen. En dat kan een heel leven duren. Ja. Of het, ze kan ineens toch weer iemand nee, ja, ja. tegenkomen en, en, het, uh, en het verandert weer. Hè? Ja, maar denk jij dat het, hè, want ik weet dat je op een gegeven moment wel erover had, uh, dat dat, nou eigenlijk wat je net zegt, samenwonen, nou dat is, is funest. Funest voor de liefde. Funest voor de liefde. Ja, in ieder geval, het is een zware aanslag op de ja, liefde. Maar denk je wel ja. dat het kan? Want kijk, je kan ook gewoon ja, natuurlijk al, je eigen al. hokje bewaren. Of jezelf, ja, hè, dat kan. Kijk, je moet, als je allebei heel erg gemotiveerd bent om je eigenheid te behouden juist in je relatie. In plaats van en naar een soort symbiose te streven. Mm -hmm. Dan kun je dat waarschijnlijk ook nog wel in een eigen huis. En, uh, en natuurlijk... Veel mensen hebben ook niet het geld dan om twee huizen te hebben. Zeker niet als je ook nog Dat kinderen hebt. In, hè. Dus, uh, ja. Maar als je dan in ieder geval uh, zeg maar, het heel belangrijk blijft vinden om je eigen vriendenkring te houden. Om ook dingen alleen te doen zonder ja. je partner. Ja. En als je kinderen hebt. Om dan gewoon echt elkaar ook regelmatig vrij te stellen van het ouderschap. Ga jij maar lekker een weekend uh, met een tent op de veluwe staan, weet je wel. En ik doe dit weekend de kinderen of iets dergelijks. Weet ja, je wel, elkaar ja, ja. echt loslaten en vrijheid geven. en... Dan denk ik dat je ook in hetzelfde huis wonend toch een spirituele liefdesrelatie kunt hebben. Ja. Maar het is beslist moeilijker dan als je bijvoorbeeld apart woont en een ja. deel van de tijd niet samen bent. Nee, want dan ja. kies je er sowieso voor om samen te zijn. Ja, dan, dan moet je dus zijn. ook kiezen om ja, samen te ja, zijn ja, ja. en anders is het samen zijn bijna een soort basisuitgangspunt. Ja. En moet je heel erg je best doen om het niet samen zijn daarin te, nee, te nee. bevechten als het ware. En hoe, uh, want dat is een veel voorkomend uh, onderwerp in, in, in al mijn gesprekken. En ik weet dat jij daar ook zeker uh, iets mee hebt. Uh, dat is seks. En dus, of nou dus, en dan ga ik automatisch naar tantra. Ik heb er al ja. een aantal goede gesprekken over gehad. Wanneer uh, kwam bij jou het besef dat seks meer is dan zelf klaarkomen? Ja, ja, ja. Want dat, ja, ja, dat was dat voor is, mij, uh... ik vond het echt... Uh, ik, ik... Nou, ik had er nooit over nagedacht. Ja, nee, ik ook niet. Nee. nee, totdat ik dus in aanraking kom met spiritualiteit. Tibetaans boeddhisme heet uh, Vajrayana, maar Vajrayana wordt ook wel eens Tantrayana genoemd. Okay. En in het Tibetaans boeddhisme zit dus ook. Zeg maar, zit ook spirituele kennis over het werken met zeg maar, man-vrouw-energie. Laten we het dan maar zo noemen. Ja, hè? Ja, ja. Die energie die uh, zeg maar, op het moment dat je er op een andere manier naar kijkt... dan voor het ego gebruikelijk is. Het ego ervaart die energie als een gemist wat opgevuld moet worden. Ja? Zin in seks ja. is geen probleem als de opvulling al zo'n beetje nee, 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 zeg nee. Maar, naast je ligt. Ja. Ja? Maar als dat er niet is... Dan kan zin in seks kan een probleem zijn. Ja. Waar je jezelf dan eventueel snel vanaf kan helpen. Exact. Maar toch op den duur ga je dat missen. En dat, dat voelt als, als een vorm van zelfafwijzing ook. Ja, ja dan ga je toch twijfelen aan je, aan je. of je wel leuk genoeg bent, mooi genoeg bent, aantrekkelijk genoeg bent. En, uh, dus in tantra leer je om seksuele begeerte te herkennen als energie. Uh, en daarvoor moet je dus een. Een soort van training doen ook. En de, en de belangrijkste training voor mannen hier is. dat je loskomt van je orgasme-obsessie. Ja. Ja, ongetrainde mannen moeten klaarkomen. om een vrije partij tot een succes te maken. En als je gevreden hebt en het is er niet van gekomen. de meeste mannen uh, eindigen dan chagrijnig. Ja. ja Dan is er iets misgegaan en je bent zelf mislukt. of je partner is mislukt of wat dan ook. Dus dat is, uh, dat is, een, dat is een soort training. En uh, die, die moet je dan doen zonder dat je het verlangen naar een orgasme ja. gaat bestrijden. Hè? Want daar ja. hadden we het net al over. Wat ja. je bestrijdt, maak je juist erger. Ja, ja, ja. Ja, dus het is een hele mooie training om te doen. Ik heb er over geschreven in mijn laatste boek ook. Ja. En, uh, dat, dus ik ga daar nu niet te veel in details over in. Maar het is echt een hele mooie training. Ja, ik vind, ja En ik vind dat je het ook uh, goed beschreven hebt in je boek. Ja. En uh, het resultaat is dus dat je je, je bevrijdt van. Die dwangmatigheid die ja. er in seksualiteit zit, en dat je bovendien, als je met een partner oefent, ook buitengewoon extatische ervaringen kunt krijgen, die zeg maar heel erg soort van, soort van kleine verlichtingservaringetjes zijn. Ja, en dus het is, uh, het is uh, ook als je dat met een partner doet, dan een partner is ook spiritueel bezig. Dan kun je daar elkaar ja, ja. enorm in. Uh, nou, laat ik dan, dan toch even, even jouw quote gebruiken, want die vind ik tamelijk briljant. Het was alsof ik mijn hele leven mijn tuin had aangehakt met een fiets. En op een dag ontdekte ik dat je daar ook mee kunt fietsen. Ja. <laughs> <laughs> Oftewel, echt een ja, hele andere dimensie. Je ziet dat is wat dat je er zoveel zo ja. meer mogelijk is met seks dan. Ja, en als je dan terugkijkt naar die traditionele manier van seks... is het eigenlijk best wel heel merkwaardig. Als je bijvoorbeeld ziet dat partners als de opwinding stijgt... ze steeds minder contact met elkaar hebben... en steeds meer verdwijnen in hun in fantasieën, ja, ja, in, in ja, ja, beelden ja. van... Ja, ja, ja. en als de werkelijkheid dan klopt bij die beelden... dan noemen we dat een goede vrijpartij. Ja. Maar als het eventjes schuurt, weet je wel... Ja, je had ja. het beeld van, oh, nu wil ik dit en het gebeurt niet... Nee. dan is het al een storing. En, ja, ja, daarom ja. moet ik eerlijk zeggen, begrijp ik ook heel goed... Hoe jij, euh, nou ja, hoe jij dan ooit zeg maar in de betaalde seks bent gekomen. Omdat dat in een aantal opzichten zeer overzichtelijk is. Waarbij ja. je dus wel gewoon natuurlijk duidelijk gaat voor het orgasme. Ja. Maar je hebt het is, ook, ja, het is gewoon duidelijk. weet Je Je mag ook in jezelf verdrinken. Want die andere, het is gewoon een dienst die, ja. die, die wordt ja. geleverd. Dus je zit ook. Ja, het, het, het ja. is niet met elkaar. Het is leeg. Dat is, was niet vanuit een tantrische motivatie, nee, nee, maar nee, vanuit nee. Zeg maar, een ego. wat verstrikt zit in allerlei relaties Tuurlijk. en, en denkt van laat ik het simpel houden. Nou, want die en, zelfafwijzing en, heb je een ja. soort van opgelost. Ja, en die tijd niet. Over zo'n tijd lang was ik echt prostitutie verslaafd. Ja, ja, ja. En dan heb je dus ook schuldgevoel. Ja. Hè, dus je hebt een soort dwangmatig soort verlangen naar seks, ja. er is geen vriendinnetje voorhanden. En je hebt toevallig het geld op zak. Ja. En dan ja, ja. komt dat hele proces op gang. En dan zeg maar dat urenlang door zo'n straatje slenteren. In de hoop dat je iemand vindt waar het er nog bij klikt. En dan denk je dat je iemand gevonden hebt. Dan ga je binnen, weet je wel. Dan word je afgewerkt. Vaak helemaal niet zo leuk. Nee, nee, nee. Ja, en dan daarna sta je weer op straat met een soort schuldgevoel. En dan, maar in ieder geval, is het eventjes zeg maar. De Je biologische systeem is ja. dan even tot rust gekomen, heel even. Dus dat is echt niet iets wat ik uh, aanbeveel. Nee, nee, nee. Maar nee, later ik... heb ik wel een, een korte periode. Had ik, uh, toen was ik al dus bezig met tantra. En toen mm -hmm. had ik ook geen vriendin om mee te beoefenen. Toen heb ik nog wel een paar keer met een prostituee ja, tantra beoefend. Ja, ja. En dat was wel heel erg leuk. Dat was. Um, ja, iemand die dat dus ook wou. En ja. natuurlijk, er, er stond een betaling tegenover en wel. Maar het was toch ook wel iets wat iemand dan wel graag wou. En er was ook duidelijk wel sprake van een soort contact hierover. Ja. Ook niet alleen maar een soort afwerken. Nee. En zo, de, daar heb ik wel leuke herinneringen aan. En is dat niet iets. Uh, want ja, de, ja, ik kan me voorstellen dat dat. Hè, we hebben het eerder gehad over, over drugs. Nou, dat, dat snap ik dan wel. Hoe je daar ook echt helemaal niet meer naar taalt. Maar seks lijkt me toch altijd een soort oerdrang. Die je dan, ja, heb je daar nooit nou ja, last van tussen aanleidingstekens? Of toch nog dat je later denkt: hé, hey, hier was het ego toch wel weer heel erg bezig met het verleiden van een dame. Of oh het, ja, maar, uh... maar dat gaat ook gewoon door. Ja, nee, precies. Jawel, hè? Ja, ja, ja. 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 Dus ja, ik heb eerlijk gezegd, sinds mijn laatste relatie... heb ik nog niet zulke hele lange periodes gehad van, waar de, zonder seks. Nee, precies. Dus, uh, dus ik kan niet echt uh, uit nee. ervaring spreken de, hoe erg het dan zou worden... als nee. je jarenlang met niemand uh, ooit seks nee. hebt. Maar dan is het eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je vertelde... met die laatste vrouw, alleen dan zonder de betaling. Dat is dan gewoon met vrouwen met wie? Dat zijn vriendinnen. Vriendinnen, Ja, gewoon waar je, ja. ja, ja met vriendinnen gewoon die allebei... Hè, vriendinnen die ook spiritueel geïnteresseerd ja. zijn... En je praat erover, je vindt elkaar aantrekkelijk en leuk en je gaat gewoon af en toe met elkaar naar bed omdat je tantra wilt beoefenen. Ja, maar goed, samen. het is natuurlijk, ik hoef jou niet uit te ook, leggen, hè. de valkuil is natuurlijk heel erg dat ook die dames weer denken, ach, ik doe het met de grote Jan Geurts. Uh, dus is dat allemaal wel, snap je, is het allemaal wel? Ja, dat moet je wel even van tevoren wel nee, goed bespreken. Ja, tuurlijk, en dan ja, ja. Met de dame in kwestie moet je wel even het gevoel hebben of ze inderdaad, ook echt tantra willen beoefenen. Ja. Of, of dat het, of, hè, maar ik moet eerlijk zeggen, in spirituele kringen. Ik heb het, het verschijnsel groepie ken ik wel uit mijn tijd dat ik Van, een band uh, speelde, drummer, ja. in band speelde. Maar in de spirituele kringen. Nee, dat... nee is het eigenlijk, ja. valt dat reuze mee, nou, ja. eerlijk gezegd. Ik ben er blij mee om te horen. Want uh, het is, en ik snap dat eigenlijk heel erg. Uh, juist omdat het gewoon heel erg gewoon over het leven gaat. Het is natuurlijk wel een besmet iets, eigenlijk, met de, hele, met de spirituele wereld. Hey, als je gewoon kijkt naar of dat nou yoga is of weet ik veel wat... hoeveel uh, leraren of goeroes of hoe je het ook wil noemen... uiteindelijk niet uh, nou ja, aan het licht komt dat ze misbruik dat van ze hebben misbruik gemaakt. Maken, ja. Ja. En ik begrijp dat wel, als ik ja. eerlijk ben. Ja. Hoe dat ontstaat in ieder geval. Ja. Ja, nee, dat snap ik ook. Mijn leraar, die Tibetaanse leraar Sogyal Rinpoche, is ook uh, beschuldigd van misbruik. En, okay. ik, en ik heb dat natuurlijk van nabij meegemaakt. Ja. Ik heb, overigens wist ik nooit dat hij ze misbruikte. Ik dacht eigenlijk dat die jonge meiden gewoon, zeg maar, uit vrije wil het met hem deden. Nee. En ik wist niet eens zeker of ze het ook echt met hem deden of nee. alleen maar, weet je wel. Dus het was allemaal heel vaag en heel onduidelijk. Ja. Maar toen dus dat aan het licht kwam en uiteindelijk dus een aantal vrouwen en mannen ook. Zeg maar dat in de publiciteit hebben gebracht dat hun leraar uh, zeg maar, zowel geweld gebruikte als ah, seksuele ja. intimidatie pleegde. Ja, dat was wel, uh, dat was wel schrikken, ja. 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 Begrijp ik ook, ook omdat je waarschijnlijk. Uh, ja, je hebt gewoon veel van diegene ja, die. Ja, ja, ja. En, ik heb dus, en dat gaat ook niet weg. Ja, en ik heb, ik heb er geen moeite mee om onderscheid te maken tussen, zeg maar. De spirituele input die ik van die leraar gehad heb, hij heeft mij waanzinnig geïnspireerd exact. en geholpen ja, ja, op dit spirituele pad. En tegelijkertijd ook zien dat het ook een, zeg maar, een soort Tibetaans soort ego was. Exact. Wat heel erg zeg maar, opgevoed was in een soort van soort van koninklijk, soort van ja. wat ik beveel, dat moet gebeuren en ja. zo, weet je wel. En daar was hij dus ook helemaal in, in verzeild geraakt. En, ja. en vond dus ook allemaal mensen om zich heen die dat ook allemaal als het ware faciliteerde, die ja. ook, ook allemaal deden wat hij ja. zei de, de hele tijd. God. Ik was echt heel, een van de weinigen die wel eens tegen hem inging... en zei een soort van, daar heb ik geen zin in, nee. weet je wel, dat doe nee, ik ja. niet. Weet je wel. Heb je dan ook geen contact meer met hem gehad? Nee, ik heb wel gewoon afscheid van hem genomen ja, in, ja, ja. in 2015. Okay. En dat was wel grappig. En toen gaf hij me ook toestemming om jocks in les te geven, wat vrij zeldzaam is... En uh, daarna heb ik, uh, heb ik hem nog één keer in Nederland gezien toen hij hier in Amsterdam les gaf. En, uh, maar daarna is hij dus beschuldigd en daarna is hij ook ziek geworden en hij is oh. uh, niet zo lang geleden overleden. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ik vind het, blijf het een lastig onderwerp vinden. Omdat je toch. Maar misschien, ik ben er gewoon nog niet ver genoeg daarin. Omdat je toch altijd nog gewoon steeds zo. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen, overrompeld kan worden door een soort geilheid. Wat dus, ja. uh, wat dus echt ook ego is, denk ik. Ja, tuurlijk, ja. En vooral... Maar dat voelt de, ook de, als iets de... heel natuurlijks. Dus dan zit ik weer een ja, beetje, ja. ik denk van, nou, oké, okay, laat dat maar zo zijn. Dit ja. is nou helemaal wat je hebt. Dus dan ben ik wel een soort van lief. Maar ja. tegelijkertijd wakker dat een vuur aan, waardoor je wel, nou ja, ja, ja kan je, gaat. Ja, je kan helemaal uh, losgaan daarin dan. Ja. ja, 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 ja. Dus... Dus het punt is hier dat zeg maar, al die verlangens worden dwangmatig door de veroordelingen ja, van. Nee, ja, dus op het moment dat je gewoon over straat loopt en je ziet een vrouw lopen en je wordt ineens waanzinnig opgewonden van die vrouw. Niks aan de hand. Is ja. op zich nog niks aan de hand. Nee, maar als je nee. je dan volgens daarvoor geneert ja. of je vindt het stom of je krijgt meteen al een soort ja. angstgevoel van ik ben zo'n zo sukkel. Het gaat mij nooit leuk om zo'n leuke vrouw te versieren bijvoorbeeld. Nee. Dus meteen zelfafwijzing ook. Dus er is een ja, mooie ja, ja, ja. vrouw. En ik denk, deze is gewoon beyond my league, weet je wel. Een soort van, ik, ja. heb altijd, ik heb altijd maar half mooie vrouwen... en nooit een ja. hele mooie vrouw. En zo allemaal, weet je wel. En alles heeft te maken met zelfbeeld. En, en heb, je, heb je vertrouwen in je eigen uiterlijk of niet. Mm -hmm. En dat wordt allemaal maar, getriggerd door het zien van een mooie vrouw... of leuke man en uh, andersom. Ja. Ik heb je ooit een keer horen zeggen of schrijven... dat weet ik niet meer, vond ik wel een mooie... van uh, neem seks niet zo serieus. Ja. Eh... Uh, maar ergens, nou ja, ik wil niet zeggen dat ik het niet mee eens ben, maar ik vind het, ik vind het gewoon zoiets bijzonders dat het, dat het ja, ik, ik vind het ook wel heel spiritueel. Zelfs, zelfs de meest ordinaire versie, waarbij het misschien wel uiteindelijk om het hoogtepunt ja. gaat. Zelfs dan denk ik nog, wauw, ja, ja, twee ja, mensen, ja. dat gebeurt dan, dat past allemaal, of zeg je dat, ja. ja. ja, 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 ja dus het ik vind, een, het, ik vind ja, het best ja. wel moeilijk om het... Om het uh, om het niet zo serieus te nemen. Omdat ik gewoon toch merk, nou, wat ik ja. al zeg, een soort oergevoel. En, en, ja. en, en, en ik vind het dus ook wel iets bijzonders. Ja, nee, dat voor het ego is het niet, niet, niet mogelijk om dat niet serieus te nemen. Nee. Nee, 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 maar het punt is, je kan ontdekken dat jij je ego niet bent. Nee, en daar je ontstaat je dan een zekere lichtheid, een zekere ja. ruimheid... over je eigen, zeg maar, biologische en, en, en hormonale processen. Ja. Dat, en, en ook gewoon de fascinatie voor... Een uiterlijk bijvoorbeeld het is ook best wel heel leuk. Mm. Het mag ook, weet ja. je wel. En tegelijkertijd wordt het allemaal wat minder dwangmatig als je ook die ruimte eromheen al een beetje herkent. Een beetje die vriendelijk, dat vriendelijke ja. gewaar zijn, zeg van oeh, kijk, mijn ego nou weer eens, ja. zeg maar uh, ja. in, uh, in, de, in de boom vliegen van uh, opwinding of zoiets hè. Ik, uh, we, gaan, we, we, we glijden precies van onderwerp naar onderwerp. Want ja. uh, ik, ik wilde graag nog even verlichting. Of ja, verlichting aansnijden. Ja. Um, omdat. Nou ja, dat is natuurlijk een, een. Dat moet geen streven zijn. Want ja, dan ben je het al ja. kwijt. <laughs> dat, toch? Is paradox, dat is de paradox. Dat is de paradox. Ja. Um, maar. Ja, nou ja, la, oké, okay, laat, ik, laat ik gewoon. De, wat, is, wat, is, wat, is, wat is verlichting eigenlijk? Ja, ik denk dat verlichting is dat je de werkelijkheid. Ervaart zoals die werkelijk is... zonder versluierd te zijn... door aangeleerde opvattingen erover. Want aangeleerde opvattingen over de werkelijkheid... die, um, die, zeg maar, die komen niet overeen met de werkelijkheid. Hè? Bijvoorbeeld de opvatting uh, zoals ik hier zit. Mm -hmm. ik, ik ben dit lichaam. Ik ben Jan Geurts, weet ja. je wel. Ik ben deze man, vader, weet je wel, partner, dat soort dingen... Dat is niet wie je werkelijk bent. Dat is een rol die je speelt. Ja. Dat is als een spel wat je speelt. Ja. Dus, dus dat is een onjuiste perceptie. Denken dat dat is wat je werkelijk bent, is een onjuiste perceptie. Net zo goed als dat is dan naar binnen toe. En naar buiten toe hebben we ook de neiging om die werkelijkheid om ons heen, deze kamer, die bomen buiten, Allemaal om die hebben. ook te beschouwen als werkelijk bestaande entiteiten, die er precies zo staan zoals wij ze waarnemen. Dus we hebben een soort. Soort splitsing gemaakt tussen de waarnemer van de werkelijkheid. Die zit dan op deze stoel. Hè? Ja. Die kijkt door mijn ogen naar de werkelijkheid. En dan buiten mij is er een echte werkelijkheid. En mijn waarneming van die werkelijkheid, die klopt met die werkelijkheid. En dat is dus allemaal niet waar. Nee. Er is geen scheiding te maken tussen waarnemer en werkelijkheid. Nee. Maar de gedachten. Schreeuwen dat dat wel zo is. En daarom lijkt het ook alsof we dat werkelijk waarnemen. Ook. Ja. Ja? En, en zolang je dus werkelijk gelooft dat er een werkelijke ik op jouw stoel zit. die onafhankelijk bestaat van een werkelijke boom buiten jou. en dat dat twee, zeg maar, objectieve werkelijkheden zijn. die op de een of andere manier dan met elkaar moeten zien uit te vechten. dat heet wat Boeddhisten samsara noemen. Ja? En, en in feite, dus je hecht geloof. Aan je gedachten over de werkelijkheid en dat is natuurlijk dat lijkt nog niet zo'n probleem als je gelooft dat daar een echte boom staat je denkt daar staat een echte boom dat lijkt nog niet zo'n probleem nee, kan, maar zo ja. gauw die gedachten over jezelf gaan ja, ja, ja. en over je bent niet goed om van te houden je bent niet zo mooi weet je wel je bent nee. mislukt of juist andersom je bent een hartstikke succesvolle schrijver weet je wel dat soort als ja, ja, ja. dus je dat werkelijk gelooft dat levert ellende op ja en daar zit hem dus het zijn zeg maar, ja, maar je het moet er, er ook niet, in, niet je moet er ook weer niet in niet geloven, zeg je dat? Want het is ook weer niet, want dat zou niet weer betekenen bestrijd, dat je... je nee, nee, niet je moet niet bestrijden, bestrijden, je moet het niet bestrijden. Je moet je ego je... niet willen uitzetten, want nee. dat, uh... Oh man. Nee. Dus heb je... jij, heb jij, hoe moet ik dat zien? Hoe voel, hoe voel je dat zelf? Heb jij momenten? Heb jij... Uh... Ja, momenten, ja. Dat is momenten die va zeg maar, vaak genoeg gebeuren om een soort, een soort overtuiging te hebben dat het klopt. Ja. Dat het, uh, wat de Boeddha zegt, dat dat klopt. En maar dat zijn dan toch, zijn dat, ik bedoel, is dat ook bij de bakker of is dat gewoon wel echt als je op een kussentje mediteert? Nee, kunt? dat kan uh, ook op spontane momenten ja, ja, ja. zijn. Ja. En dat is ook bijvoorbeeld bij tantra kun ja. je dat ervaren. Ja, begrepen, ja. En je kunt het ervaren als je door het bos loopt. En je kunt het ervaren als je aan het mediteren bent. Of je kunt het ervaren als je naar je kleinkind kijkt eventjes of zo, dat soort dingen. En wat is, en, maar denk jij, ik de, de, de kan me zo voorstellen dat jij gewoon de hele tijd een beetje zo op die grens uh, balanceert. Zeg ja. maar. En af en toe dan een ja. dan beetje dus ja, overheen. Op en ja, af, ja, precies. Hè, ja. ja. Maar, denk je, maar, maar is, het, is het een streven? Of ja, daarmee maak ik het bijna kapot. Dus hoe moet ik dit zeggen? Of ja, ja, Heb nee, je nog wel hoop? Laten je... we de paradox gewoon bij zijn naam noemen. Ja. Er is een soort streven naar het einde van het streven. Hè? Ja. En je best doen om op te houden, je ja. best te doen. Ja. Ja. Maar het, ja. het is minder gek dan het klinkt. Want um, dat, het beeld wat in, in Zoktion en in tibetaans boeddhisme gebruikt wordt... is van een glas modderig water. Als je dat wil net, dat hè? het helder wordt, dat water, moet je er vanaf blijven. Ja. En dat komt omdat de helderheid is de essentie van het water. Ja. En de troebelheid is dus een soort eraan toegevoegd, is niet de essentie van nee. het water. Nu, hetzelfde is, die versluiering van de werkelijkheid is, dat, zeg maar, is niet de essentie van de geest. Het zijn al die gedachten en het geloven dat ze echt waar zijn, die ons afhouden van die zeg maar, volmaakte eenheid van nee. de werkelijkheid. Dus. Het enige wat je moet leren is eigenlijk iets af te leren, namelijk geloven dat je gedachten werkelijk waar zijn. En in plaats van dat je dus gelooft dat jij de denker van je gedachten bent, leer je geleidelijk aan zien dat jij de waarnemer van je gedachten bent ja. en dat die gedachtenstroom eigenlijk een soort autonome continue oorzaak en gevolgstroom is. Die waar je mee identificeert, dan ben jij dat. Ja. Maar als je dat kunt loslaten, dan kun je dat zien en herkennen als niet wie je werkelijk bent. Nee. En dat bevrijdt je dus van die dwangmatigheid erin. Ja. Dus dan herken je weliswaar dat je het grootste deel van de dag toch gewoon een echte ik en een echte boom buiten je. Ja. Maar er is ook iets je wat dat die twee boven. tegelijkertijd ja, dan ja. waarneemt. Zeg, ja, oké, okay, ik neem dus waar. Zowel de ik op mijn stoel als de boom buiten neem ik waar als twee gescheiden dingen, maar er is maar één waarnemer daarvan. Ja, ja. Ja, dus de waarnemer komt eigenlijk uit het lichaam en kijkt naar zowel lichaam als niet-lichaam. Ja. Ja, als, als ik en niet-ik ja. worden tezamen ervaren ja, ja, ja. in dat ruime gewaarzijn. En daar ontstaat dus het non-duale, de non-duale essentie. Dus het is ook niet zo dat onze huidige dualistische ervaring van de werkelijkheid van een scheiding van subject object, dat je die moet bestrijden. Nee, nee je moet hem juist leren waarnemen. Ja. Maar niet vanuit het subject, ook ja, niet ja, ja. vanuit het object, nee, dat kan gewoon, niet. Maar je leert nee, ja. subject object waar te nemen vanuit nog subject, nog ja, ja. object. Exact. En dat is dus die ruimte eromheen. Ja, nou ja jij zegt dat nu. Ik vind dat altijd... Nou ja, fascinerend in ieder geval, dat hele non-dualisme inderdaad. Omdat ergens ja, voelt het toch ook wel alsof het allemaal geen zin heeft. Ja, dat, dat, dat herken ik ook wel. En dat denk ik ja. Ja, dat is een, ook weer zo'n <laughs> okay. ja Want het ego heeft zijn zingeving altijd ontleend aan, ja. aan voorwaarden ja. buiten jou. Ja? Uh, Succes, uh, geld, uh, seks, ja. weet je nou, wel, ja. dat soort dingen. Ja, ah, toch? Nou ja, ook dat. Ja, ja. Eventueel nog uh, wat religieuze nee, ik zingeving. Nee, ik ja, ben braaf en dus kom ik in de hemel of wat dan ook. Ja. En, uh, en als je dus op het spirituele pad gaat en met deze spiritualiteit in aanraking komt, met de meest essentiële vorm, dan heb je inderdaad soms iets van je, je oude geloof. Uh, valt al een beetje in duigen. Ja. Maar het contact met die ruimere werkelijke staat van zijn. is nog maar heel sumier of zelfs nog helemaal niet. En dan lijkt het inderdaad of je alleen maar dingen kwijtraakt. Ja. En vaak ook bijvoorbeeld. Um, moet ik mijn cursisten altijd voor waarschuwen. als je begint met mediteren ook. Ego heeft daarbij de bedoeling dat het allemaal wat rustiger en leuker en prettiger wordt. Maar de eerste tijd lijkt het wel of je juist drukker in je Tearlijk. hoofd wordt... en of je jezelf juist vaker afwijst dan daarvoor. Ja. En dat is dus een vertekening, want dat is niet het geval. Maar je wordt er wel bewuster van. Ja, je ziet ineens veel meer terwijl, modder in ja, het water. Terwijl je nog niet ja. die volgende stadium waarin je dat wat je waarneemt... Kun zien zonder het te veroordelen, nee. zonder zonder verzet en zonder uh, vastkomen. Ja, dat maar toch ook wel. Maar misschien leg ik het dan verkeerd uit, omdat, nou ja, en maar ja, goed, dat ja, je hebt gelijk. Dat zijn allemaal wel ego dingen dan. Maar ook weet je wel wie je goed doet, goed ontmoet, gewoon goed. Het, het lijkt. Vol, net, wat hoort wat. Nou ja, ja dat ja, is ja. wel een hele materialistische uitleg, maar het. het ja, maar ja, dat, het, dat is toch prima, dat... dat blijft toch mooi? Gewoon ja, als je... maar dat leven mag. Het, he, het, he, het is toch juist. Ja, ik, ik kan gewoon echt niet akkoord gaan met het feit dat het leven geen zin heeft. Nee, maar dat is toch helemaal niet wat de spirituele visie zegt. Nee, 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 maar dat, nee, helemaal niet. Maar non-dualisme heeft dat wel een beetje. Tenminste, ik ken veel mensen, of ik ken een aantal ja, mensen ja, ja. die een beetje op die manier eigenlijk. Ja, ja. En die dan ook zeggen. Ja, nee, mediteren dat doe ik niet. Uh, ja. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Uh, ja, ja, maar nee. dan heb je het over een. Een, een soort verkeerde interpretatie van non-dualisme. Ja, nou ja, precies. Ja, dat tegenwoordig noemen we dat de neo-advaita's. Oh, ja, nee. De neo-advaita's, dat zijn die mensen die zeggen van... je bent al verlicht, je kan niks doen om het te bereiken ook. Nee, uh, alles heeft geen dat enkele zin, wel. je kan er niks voor doen ook. Nee. Je kan niks bereiken. En ik, ik snap wel. wel wat ze zeggen, het zit allemaal in ons, tuurlijk. Ja, het zit allemaal al in ons. Dat is ja, wel Maar waar. dat je dus niks kan doen om nee. dat te realiseren... Ja. Dat, dat is een, zeg maar, dat is een... Een verkeerde interpretatie ja. van die andere boodschap die wel waar is, namelijk dat de werkelijkheid is al volmaakt. Ja, Alleen tegelijk, hè, dus je kan hem niet creëren, je kan volmaaktheid niet creëren. En verlichting is dus niet een, een soort resultaat wat door inspanning bereikt kan worden. Het kan niet gecreëerd worden, maar je kunt wel al die dingen die je op dit moment nog denkt en ja. die je afhouden van de realisatie van die volmaaktheid. Die kun je afleren. Ja, daarom. En dat ja. afleren aan zich is een strijd. Dat is een proces. De, exact. Ja, dus dat, dat is een proces dus en mag dat proces je sluipt ook telkens weer een soort streven in. Ja. Maar het grappige is nu dat telkens ook weer een stadium bereikt wordt... waarin je herkent van... oh, maar wacht even, hier kan ik beter ophouden met streven. Ja, ja, ja. ja dus het streven moet eerst gedaan worden om ja. het te kunnen loslaten. Maar hoe... Want dat lijkt me gewoon zo, zo ja, lastig in de fase waarin jij nu zit. Of lastig, maar gewoon dat je gewoon... Ja, dat je toch, bij wijze van spreken, opstaat met, met, met de positieve gedachten. Oh, ik hoop dat ik vandaag weer eventjes een verlicht momentje heb, of zo. Ah, oh, ja, 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 ja. Nou, dat, dat, dat soort gedachten heb ik dan niet, Die nee? ze komen vanzelf wel. Die komen gewoon, ja, ja. nee, maar dat is ja. natuurlijk ook precies wat je nee, moet nee, hebben. Nee, 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 dat grappig, dat op dat gebied heb je... Geleidelijk aan heb je juist steeds minder hoop en vrees. Ik nee, kan wel eens exactly. morgens wakker worden en zeggen: Oh, ik hoop dat ik vanmiddag mijn vriendinnetje zie. Ja. Zoiets, dat staat dan al in de agenda, dus dan, dan kan je daar vooruit. <laughs> en dan herken ik wel: de, Oh, dat is Jan zijn ego, zijn ja, jonge hondenego. Dan... Weet je wel, die weer echt zin heeft om zijn vriendin te zien ja. en zo. Weet je, hartstikke leuk. En dat mag, voor mij mag ik dat dan denken ja. en voelen. Ja. En dat geeft tegelijkertijd een soort ruimte omheen van waarin je dus iets minder. Bang bent om iemand kwijt te raken en ja. iets minder zeg maar je, je iemand claimt ook <coughs> om bij je te blijven, dat soort dingen. Oké, okay. uh, dan is er iets waarvan ik heel erg denk dat het van deze tijd is en je hebt het kort uh, en ik weet niet of je er meer over weet, maar je, je hebt het kort erover gehad en ik dacht echt, oh, dit is zo van nu hè? met de verslaving aan elektronica en, en social media en uh, dingen. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, zin. Zoongzin. Zoongzin. Ja, Jin, Dat is het Tibetaans voor. Uh, de, het object zuigt en, ja. de, en, het, uh, en de aandacht wordt gezogen. Ja, ja, ja. ja. Ik denk, maar dit is ook een beetje projectie. Dat we heel erg in een tijd zitten waarbij dat, uh, die zuigende werking van, van, van objecten. Ja, ja en, en dat het wordt natuurlijk allemaal gevoed ook nog eens een keer door bliepjes en bloepjes. En, ja, uh, ja. Wie, wie, hoe, want ja, ik, ik, ik herinner me in een boek waar jij het erover had, en ik dacht alleen maar, ja, dat is logisch, dat als jij iemand vraagt hoe laat het is, dat je automatisch, bam, je ja. kijkt naar je horloge. Ja, dat is ook zo'n zuiger. Hè? Ja, en dan, ja. En dan, en dan hoe, uh, want ik ja, nogmaals, ik denk dat veel dus mensen dat, uh, daar niet mee bezig zijn. Voor de spiritueel beoefenaar zijn al die dingen zijn in eerste instantie niet over oordelen dat je telkens nee. weggezogen wordt naar Precies. objecten, ja. En tegelijkertijd blijven oefenen in, weet je wel, een paar keer per dag proberen om wat langer gewaard te blijven. Ja, ja dus het is, zit een soort trainingselement in wel. En het trainingselement zit hem vooral in het leren om niet te oordelen. Ja. Dat, dus toch weer iets afleren eigenlijk. En nee, hoe meer maar dat je, is een, voor, je mij je een, je voor mij al de, de rode draad van deze podcast, ja. voor mezelf ja, in ieder he? geval. Maar dat is goed. Ja, dus. Uh, maar dat, we, maar dat zou dus dat, dat we in een tijd leven waarin ongelooflijk zeg maar, een soort van aanslag gedaan wordt op, dat, op die aandacht die voortdurend overal naartoe gezogen wordt met beeldschermen en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat, is, uh, dat zou je kunnen beschouwen als een nadeel. Maar vanuit de spirituele visie is elk nadeel ook een voordeel. Ja, nee, hoe, meer, ja, elke... hoe meer obstakels, hoe beter. Hè? Ja, ja, nou ja, dus, uh, <laughs> het kan een tijd duren voordat mensen hem doorkrijgen. Ja. Ja, en dan, hè, dus mensen zijn soms 10, 20 jaar bezig met de hele dag in contact te blijven via social media met anderen. Ja, ja, ja. En dan ergens komt er misschien ooit het besef van. Jeetje, weet je wel. Waar ben ik godsnaam mee bezig? Ja. Ja, dus dat het op een of andere manier naar een beknelling leidt. Dus dat is uh, hetzelfde met verslavingen. Ik zal niemand adviseren om van word nou maar verslaafd. Maar als je het eenmaal wordt en je komt er doorheen ja. uh, op deze manier, dan draagt het enorm bij aan je spirituele groei. Nou, ik zal je zeggen: dat is een wat rare wens, maar ik heb nog wel even gedacht. In, uh, nou, dat zou ergens de afgelopen jaren zijn geweest, dat ik dacht: oh, eigenlijk. Zou ik gewoon willen dat ik een burn-out krijg? En, mm -hmm. eh, 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 omdat ja. ik gewoon dan wel inmiddels had begrepen van ja, maar dat, ik bedoel, ja, dat ja. ligt zo dicht bij verlichting aan eigenlijk. We zeggen van in ieder no. geval inzichten krijgen, ja, laat ik het zeggen. Ja, ja, ja. krijgen. Het is ja, het begin van een spiritueel pad, ja burn-out. Maar dat had je misschien omdat je en een oordeel had over het <laughs> feit dat je zo verschrikkelijk druk was met al die dingen. Ja. En een soort gevoel van... en het lukt me niet om er vrijwillig mee op te nee. houden... en is een paar dagen tijd voor beoefening te nemen. Nee. Oh, als ik dan maar gewoon afbrand, dan moet dat wel of ja. zo. Hè? Ja, ja. Exact dat. Grappig, dat is een, een, een bekend verschijnsel in egoland. Dat, dat, dat is een soort katastrofiele neiging. Okay, ja. Soms, en het is een hele onschuldige vorm... Nou, ja. maar je hebt bijvoorbeeld mensen die in een zware relatiecrisis zitten... Geen, geen, niet meer weten wat ze moeten doen... En dan ergens hopen dat ze een auto-ongeluk krijgen. Ja, ja, gewoon nog. Ja, en heftiger. soms zelfs een beetje het uitlokken. Ja, ja, een ja, beetje ja. gevaarlijk gaan rijden ook. Ja, ja, niet echt heel bewust van: nou, rij ik expres tegen een boom. Dat nee. weer niet. Nee, 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 nee. Maar wel toch een klein beetje. En dat heet dan katastrofiele neiging. Ja, je, je, je hoopt eigenlijk op een soort van Deus ex machina, noemen ze dat in de literatuur. Dat er ineens van buitenaf ja. iets gebeurt wat jouw leven helemaal overhoop gooit. Waardoor je ineens bevrijd bent van allerlei oude. Gehechtheden en aversies. Terwijl je moet het gewoon echt zelf doen. Het komt wel, ja. En nee, het kan best zijn dat je ineens een burn-out krijgt, ook. of ja, ineens een auto ongeluk of... nee, komt, nee, nee. krijgt en in een rolstoel belandt en zo. Maar ik, niet dat ik je dat toewens. Maar nee. als die dingen gebeuren, kun je daar dat altijd gebeurt, ook een voordeel uit trekken. Ja. En heb jij dan nu, uh, heb jij nog zelf doelen, wensen, mm. dromen? Nee, niet, zo, niet van die hele expliciete. Nee, eigenlijk niet. Ik had laatst had ik wel weer zo'n opwelling, maar het was een beetje nostalgie. Zal ik weer een kampeerbus kopen? Ik heb een aantal jaren in okay. een kampeerbus gewoond. Ja, en ook ja, ja. het raad oh, in een ja. kampeerbus. En ineens dacht ik, zal ik weer zo'n bus kopen? En dan toch in de zomer weer eens naar Zuid-Frankrijk rijden. En daar weer op zo'n, ja. soms ergens in de bergen, weet je wel. Op zo'n heel ja, afgelegen ja, ja. plekje. Heerlijk. En dan een tijdje daar met eentje. Daar heb ik toch wel hele fijne herinneringen ja, ja. aan. Ook al was het. Ook best wel eens heel eenzaam en heel saai, natuurlijk. Dus dan kan dat ineens in me opkomen. Maar, maar dat wat, is, uh, wat, in dit wat... geval is dat gewoon door het hele corona-gebeuren, is dat even oh, helemaal okay, weer weggevaagd. Okay, dat okay. van: oké, okay, ik ga deze zomer niet naar Zuid-Frankrijk nee. om met een kampioen okay. of zo, weet je wel, dus uh, laat maar even. Dat, maar het zijn van die kleine bevlieginkjes die ja. ik dan wel eens heb. En, maar een groot doel van. Nee, nee, want meestal als ik dan. Ik heb. Ik heb nog een beetje wel gehad, maar dat ben ik dus ook gaan doen. Ik, op een gegeven moment dacht ik, ik, ik vind het leuk om te zingen. Hè? Mm -hmm. Dus muziek maken, ja. dat, daar ben ik niet echt goed in. Ik ben geen virtuoze pianist of zo. Ik kan van alles een nou, beetje. Ja, ik ben wel Zien muzikaal, wel, ja. maar ja. ik ben niet een uh, zeg maar technische nee, ja, 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 pianist of nee, ja, zo. Ja, ja, ja. Dus ik zal niet een pianoconcert gaan geven, nee. bijvoorbeeld. Maar met bij zingen is dat veel minder belangrijk, dat je geschoold bent. En dan gaat het meer om de expressie geven, en de ja. authenticiteit en zo. En toen dacht ik, eh, wel, toen ben ik ook een tijdje wel, ben ik gewoon hier thuis dan gaan zingen en zo. En toen ben ik dat ook wel gaan doen. Uh, tijdens mijn lezingen ben ik gaan zingen. Dus ook heb ik gewoon, dacht van oké, okay, leuke tekst over het ego gemaakt. <laughs> het. En, een, uh, en een aansprekende melodie gewoon geplukt van, uh, vanuit, uh, zeg maar, de, de muziekliteratuur. Ja. En uh, dus, dus als ik lezingen geef, dan zing ik één of twee liedjes... Daar heb ik dan waanzinnig plezier ja, ja, ja. in. En, en dat is nog iets waar ik ook echt zenuwachtig voor ik ben. Ik wil net zeggen, dat is ook gewoon een ja, beetje dat een trigger. Is want, dat want het vertellen over spiritualiteit, daar heb ik geen enkel nee, probleem mee. Nee, 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 ik loop gewoon met grootste gemak loop ik gewoon leeg. Maar, als ik maar dan dat is ook voor... heerlijk om dat op te zoeken, toch? Dat is toch ja, ook, ja, 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 dat, dat vind ik wel. Een, een beetje vuur. uitdaging en zo. Ja, dus ja. dan zit er ineens weer een zaal met 400 mensen. En dan denk ik, oké, okay, dan nou ga ik een lied zingen. En dan... Ben ik dus wel weer even gespannen. Ja, ja en dan uh, alleen dan kan ik dat ook zeggen, natuurlijk, tegen ja. die zaal. Oeh, dit is voor mij weer even echt een uitdaging. Dan doe je het alweer eigenlijk helemaal. En dan, bijna kwijt en dan lost het alweer. Ja, ja, op, ja, ja, ja. ja, ja. en dan, dan zing ik mijn lied dus. Uh... Ja, ja, ja. God, dat is altijd mooi, inderdaad. Ja, Gewoon dingen omarmen en, en weg zijn ze. Ja. Um, maar ik weet dat jij ook, en dat vind ik, uh, ja, dan denk ik bijna van: ja, wat, wat, wat moet Jan nog leren? Maar ik weet dat je ook nog wel op YouTube en zo filmpjes kijkt. Uh... Ja, ja, ik volg ook andere leraren ja. nog steeds en dat is wel grappig. Dat is niet per se omdat ik dan uh, iets nog niet weet en wil nee. aan de weet komen. Maar soms dan hoor je gewoon iemand iets zeggen op net weer een iets andere manier en dat raakt dan toch weer iets wat je al wist, maar het weten wordt dan eventjes ook ervaren. Ja, ja, ja. Dat, hè, dus van wetenschap naar ervaren, dat ja. is in feite de... Ja, de, de, de essentie van spirituele beoefening. Want het, het lezen van boeken en het luisteren naar leraar, dat inspireert je. Ja. En, dat en dan, een dan moet een soort je van, oké, okay, maar dan moet het creëren, ergens ja. indalen in een soort van moet je het gaan ervaren. Ja, ja, ja. En dat kan dus soms gewoon zijn, omdat, weet je wel, dus ik luister af en toe naar Eckhart Tolle of Baron ja. Katie of ja, naar ja, ja, Mooji ja. of uh, Rupert Spira, is ook zo'n Engelse uh, Advaita leraar die. Okay prachtig mooi Engels praat en heel helder dingen uitlegt. Ja. Zo, en uh, ja, dat is leuk om af en toe naar te luisteren. Maar zijn er ook uh, stromingen of dingen waar, wij, waar, ja, waar je het gewoon echt niet mee eens bent? Dat, uh, Moeilijk te, Ja, nou, het is grappig dat je die vraag stelt. Want op een of andere manier zap ik dan meteen door ja, waarschijnlijk. Ja, oké. Okay. En uh, ik kan soms wel... Uh, Zeggen van oké, okay, de, de theorie klopt, maar degene die het vertelt hier, die, die, zit, uh, die voelt dan heel erg als arrogant of als Toch ego, bedweter of ja, wat dan ook. Wat overigens ja, ja. andere mensen weer van mij kunnen denken ook hoor. Dus het is ook een kwestie van, som, met sommige sprekers klikt het en met andere sprekers klikt het niet. Ja, ja. En dat betekent niet altijd dat wat ze zeggen onzin is. Dat is gewoon persoonlijk. Maar uh... dat gewoon de stem van het geluid of een oogopslag of wat dan ook. Dus als je nou zegt, uh, kijk, als we het nou hebben over het Calvinisme of zo, dan kan mm -hmm. ik wel met de, zeg maar, vanuit de grond van mijn hart zeggen, dat is echt bullshit. Nee, oké, okay, maar wel. ik heb niet echt de indruk ja. dat er nu strijders zijn die daar heel erg voor het ja, opnemen zijn. Ja, bullshit, maar heel erge bullshit, weet je wel. Dat echt, echt Calvinisme is zeg maar een geïnstitutionaliseerde zelfafwijzing. Ja, ja dan en heb waarschijnlijk je... ben je wel daarmee grootgebracht, toch? Nee, nee, niet nee? met Calvinisme, met katholicisme. Waarover ook ook overigens ook, katholicisme ja. was veel corrupter. Ja, minder kleinig, meer zoemelig. Uh, ja, 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 ja. Dat, dus uh, dat zeker. heb ik wel, uh, wel meegekregen, ja. ja, ja, ja. ja. Um, oh ja, ik weet niet of ik je die vraag van tevoren gesteld heb. Anders dan heb je er net al wat namen genoemd. Uh, maar ik vind het leuk om drie voor jou inspirerende boeken te noemen. Mm -hmm. En zo bouw ik van al mijn gasten een uh, mooie oh, uh, uh, boekenlijst, zeg maar. Ja. Waar jij al uh, regelmatig op uh, genoemd ja. bent, in ieder geval. Maar wat. Ik kan wel drie boeken ja? noemen. Ja, ja zeker. Ja. Ja, als ik bijvoorbeeld. Het eerste boek wat mij heel erg geïnspireerd heeft in de tijd. en mij dus ook in contact bracht met Tibetaans boeddhisme. Dat is het Tibetaans boek van Leven en Sterven. geschreven door Sogyal Rinpoche. die dus ook later mijn leraar geworden is. Oh, echt? Want ja. ik weet, ik ken dit verhaal en... een beetje. heb ik ooit in een podcast gehoord hoe jij. Dat bij een vriend. Zag. Ja, ik zag dat liggen bij een vriend en sloeg en dat soort dingen. Ja, maar ik wist ja. niet dat je die persoon ook echt daadwerkelijk ontmoet had. Okay. Ja, ik ben daar diezelfde, datzelfde jaar ben ik nog. Die oh, wow. zomer toen ik dat boek had gelezen, ben ik naar Zuid-Frankrijk gegaan. En ben dus, oh, wow. dat is de leraar waar ik bij in het leren geweest ben. En, Naast en, 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 allerlei andere leraren. Wat ook. is de, de essentie van het boek? Is ja, dat, dat de boek gaat dus echt over. Het heet Het Tibetaans boek van Leven en Sterven. En het laat dus zien dat gedachten en gevoelens. waar we dus in de psychologie als het ware meewerken. Niet de hele geest zijn. En dat er in nee. de geest dus ook nog een aspect zit. wat kan kijken naar gedachten en ja. gevoelens. En dat wordt in dat boek de natuur van de geest genoemd. De de en geest. die natuur van de geest. Levert een soort toegang naar die non-duale essentie, naar die eenheid van alles. Ja, ja, ja. Dus voor mij was dat echt een openbaring. Dat, want ik was best wel al veel met psychologie bezig. Ik had een pedagogiekopleiding opleiding ja, gedaan. Ook. Maar dat spirituele. En, en ineens kwam dat aspect ja, bij: van, ja, ja. ik had al zoveel gepiekerd over, over ja. psychologie. En dat ja, ze ja, denken, ja. En ineens zegt: hij, Oh, maar wacht even, er is ook iets wat kan kijken naar dat piekeren. Uh, ja, ja, en wat ja, ja. een hele andere dimensie opende. En daarnaast gaat het boek ook over allerlei opvattingen uit het Tibetaans boeddhisme. Wat er gebeurt als mensen doodgaan. op het moment van sterven. en ook wat er daarna nog van allerlei ervaringen plaatsvinden. die ik aanvankelijk met zeer veel sepsis heb gelezen. want een soort van hoe kan je dat nou weten? Ja, ja en, uh, Maar waar ik later toch wel van zag: van oké, okay, het, het geeft in ieder geval een andere kijk op dood zijn. dan wij in het Westen ja, ja, ja. gewend zijn. En een kijk die veel ruimer en veel minder zeg maar, beknellend is ja. dan hoe wij hier in het Westen tegen dood zijn aankijken. Als een soort absoluut einde van ja, alles. Ja, ja. ja, dat is gewoon okay. een, een verhaal waarvan ook niemand weet of het echt waar is. Maar het geeft heel veel ruimte. Dat, ja, ja. En het is dus wel gewoon vrij makkelijk te lezen. Want je ja, ook... toegankelijk Ja, toegankelijk ja. Ja. Oké, okay, top. Ja, dus dat was het eerste. Ja. En uh, dan een boek waar ik heel veel in gelezen heb. En ik zou... Ik kan het niet echt meteen iedereen aanraden, omdat het een heel moeilijk boek is van Long Longchempa okay. Long is een 14e-eeuwse Tibetaanse leraar die een aantal boeken heeft geschreven, die vertaald zijn in het Engels. Er is, er ook, er is maar eentje vertaald in het Nederlands. Dat heet Het Juwelenschip. En uh, dat vind ik niet zo'n goede vertaling. Maar die. Uh, <laughs> Die Engelse boeken die, uh, zijn moeilijk toegankelijk, want het is een schrijver uit de 14e eeuw. Ja. Dus ja, ga maar een Nederlandse schrijver lezen in de 14e eeuw. Daar valt ook haast aan geen touw aan vast Hollandse te knopen. En, nou, ja, He, dus het is best wel moeilijk als je zonder onderricht van een Tibetaanse leraar daarin thuis te raken. Maar ik heb dus en dat onderricht gehad en dat boek dus heel vaak gelezen. En, uh, en wat is daar... De, uh, de, de titel van dat boek is uh, A Treasure Trove of Scriptural Transmission. Enfin, een hele... Technische term, het gaat dus over basic space of phenomena, heet de oorspronkelijke titel. En dat is de basic space of phenomena, is dus de ruimte waarin verschijnselen verschijnen. Ja, 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 ja. Ja, is dus weer die non-duale nee, essentie. Precies. Ja, en, dus, maar uh, maar kan, kan ik dat ook het universum noemen? Of is dat ja, een... jawel, maar het universum. Klinkt toch wat sterachtig, hè? Het universum is. Um, een wetenschappelijke term. Ja, dus dan, dan heb je het over de ruimte ja, 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 ja. Uh, zoals wij die nu kennen ja. en zo. En, ja, ja, uh, maar dat, dat allemaal is, is ook nog weer een soort ervaring ja, ja, ja. in een ja, nog uh, veel onmeetbaardere oneindig, ruimte, ja, ja. namelijk de ruimte van gewaar zijn. Oh, wow. Ja, oké. Okay. Dat, dat is boek 2. Uh, ja. Mag uh, je er nog eentje noemen? Nog eentje zou ik, denk ik, Baron Katie noemen. Baron Katie heb ik ook al zeker 10, 15 jaar of zo regelmatig dat ik die lees. Sowieso haar methode hè, om te ja. kijken naar pijnlijke gedachten. De, uh, de vier vragen. En uh, dat is echt, echt een hele bijzondere methode. Ja. Juist omdat die een beetje op de grens ligt van dat absolute van doctrine, dat is alleen maar gewaar zijn van je gedachten. Kijk er maar naar, op den duur ga je ze zien als niet waar. Ja. Ja, en dan op het relatieve vlak heb je allerlei methoden waarbij je gedachten probeert te veranderen in minder pijnlijke gedachten. Ja, en daartussen in zit Baren Katie. Die dus laat zien dat, uh, dat er door vragen te stellen aan gedachten waar je onder leidt, hmm. je als het ware kunt gaan zien dat dat lijden eigenlijk door jouzelf eraan toegevoegd wordt. En dat het dus eigenlijk helemaal niet de werkelijkheid is nee. waaronder je leidt, hmm. maar jouw geloof in dat die gedachten waar zijn. Ja. Ja? En dus uh, ja, buitengewoon mooie ja. methode. Ja. Heb je haar ooit ontmoet? Uh, ja, één keer ben ik een keer een avond naar een lezing van okay. haar in Amsterdam geweest. Ja. Leuk. Maar ik vind haar live eigenlijk minder boeiend dan, dan, ja, dan, dan als ik die boeken lees. Ja, ja, ja. Om, waarschijnlijk omdat dat live heb ik weer... Het klikt minder met haar. Ja, ja, ja. Dat, ik heb grote bewondering voor haar werk en zo. Ja. Maar, maar tegelijkertijd om nou bij haar zo'n cursus te doen... Daar heb ik dan, dat nee, trekt nee. me toch niet zo aan. nee. nee. Um, en heb je zelf nog plannen? Want we hebben het niet onwijs concreet over Wijzen naar de Maan gehad. Ik, vind het een, ik denk dat het een van je meest open boeken is van de afgelopen tijd. Ja. Omdat het gewoon, nou ja, even lullig gezegd, ook verhaaltjes zijn. Dus ja, het zijn verhalen, het zijn verhalen, je, dus ja, dat is en fijn. gedichten. Ja, het is. Uh... Ik ben heel blij met dat boek, omdat het ook weer een hele persoonlijke stijl is. Ook wel het is persoonlijk. Heel persoonlijk boek, zijn echt dingen in die ik zelf heb meegemaakt ja. ook, maar ook fictie. Ik heb ook uitgeleefd en gewoon verhaaltjes bedenken. Nou, die uh, zeg maar die ook iets overdragen van die spirituele. Dat verhaal van die veerboot. Ja. Is dat helemaal bedacht? Dat is helemaal bedacht. Oh, ja. Wow. ja. Dat is een film, joh. Ja, dat is uh, heftig, hè? Jezus. Ja. Nou, ja, ik vond het ja. echt ook... Uh, nou ja, ja. Zonder... Behalve de veerboot zelf, die is niet bedacht. Nee, want uh, dat, dat was ik... in Breskes-Vlissingen. Oké. Okay. Dat was waar ik vroeger woonde. En ik ging een tijd lang elke dag op die veerboot heen en weer. Dus ik kende hem op mijn duimpje. Maar is het wel een verhaal wat jij al langer bedacht hebt en nu op papier hebt gezet? Of ging, ja, het... dat okay. wil zeggen, ik heb dit verhaal ooit in een hele andere vorm. Maar met dezelfde soort van basisstructuur van man en vrouw ontmoet elkaar op ja. een veerboot. En daar loopt het helemaal mis. Ja. Maar in, toen was ik helemaal niet met spiritualiteit bezig. Nee, okay. Dus het liep gewoon helemaal mis. Zoals het gewoon helemaal misliep, weet <laughs> ja, je wel. Ja, ja. En later de, toen ik dit boek ging schrijven, dacht ik van... oh, maar dat is een mooi gegeven om iets heel anders ook nog eens mee duidelijk te maken. Ja. Hè? En de, en dus daardoor moral, heeft het het uh, ja. helemaal herschreven. En, uh, ah. Maar de, op zich de situatie van een man ontmoet een vrouw... die hij heel lang niet gezien heeft op een veerboot... en daar komen ze in aanraking met elkaar in de meest ja. heftige en dramatische ja. situatie... Ja, ik wist niet onzeker, uh, omdat die persoon is ook weer een leraar. Dat was jij natuurlijk. Ja, daar ja, zit wel iets in ik natuurlijk. Dacht van, ja. nou, ik mag, ja. ik mag toch hopen dat hij niks van waar is? Ja, nee, die man, die, dat is dan toch weer een klein beetje wel... tuurlijk Ik heb zelf ook in een huisje in de polder in Zeeuws-Vlaanderen gewoond op zoek naar... Dat is een van die andere ja. verhalen, ja, 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 ja. Ja, waarin ik beschrijf hoe ik in zo'n huisje zit te kniezen... En, en zit te piekeren over de zin van het bestaan en, ja. en steeds dieper wegzak in een ja. soort moeras van... Het allemaal niet meer weten. En dan nee. die ontmoeting met die, die wel echt gebeurd is. Met die beetje paranoïde ja? man die zichzelf de meester van het licht ja. noemde. Dat die gebeurtenis dus okay. heeft echt plaatsgevonden. Okay. Ja. En ja. Heeft, de, 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 heeft het pianospel ook echt plaatsgevonden? Ja, ja. ja die, die ontmoeting met die muziekleraar. Ja, ja en dat eerste, dat zijn twee verhalen. Hè. De eerste verhaal is een klein beetje wel geromantiseerd. Maar ik ben inderdaad ooit bij hem daar in dat huis geweest. Okay. Uh, maar ik kan me niet herinneren of hij ook inderdaad daar toen dat derde deel van de Moonshine had gespeeld oh, heeft. Nou, okay, dat, dat, niet, ja. dat heb ik er later bijgemaakt. En dat tweede deel, dat hele verhaal van hoe ik met die muziekleraar helemaal in een soort man-jongensverhouding kwam, weet je wel, niet erotisch maar ja, ja, helemaal ja. muzikaal een soort ja. verliefdheid was en zo. Dat is wel echt gebeurd, ja. ja. Oh, en ook hoe het, hoe het afgelopen is. Oké, okay. het, oh, vreselijk ja. tenminste, Nou ja, dat een beetje voor die tijd. Ja. En, en, en wat verwacht je zelf? Uh, smaakt dit nou meer gewoon zo'n losse verhalen? Of is er toch een bepaald thema wat je nog. Ja, dat was ook een beetje ja, wat ja, ik bedoelde ja. met de vraag: van heb je. Wat, wat, ja. heb je heb nee ik, 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 hoor, uh, ik heb. Ik, soms denk ik wel eens: wat zou het leuk zijn om echt een roman te schrijven? Ah, met ja. een spirituele lading. Ja. Maar. Uh, ik weet niet of het ervan gaat komen, want dan moet er toch van binnenuit ook iets zijn van dat ik daar echt zin in moet ja. hebben. Ja, ja. Dus nu is het echt vooral een soort van bedacht idee. Ja. Zou, van, zou dat leuk zijn misschien ooit nog eens? En misschien moet ik dan wel eerst gewoon nog schrijfles gaan volgen ook, want een roman is toch veel meer, weet je wel, moet je veel meer aan bouwen. Een verhaal kan je als het ware spontaan, zeg maar van begin tot einde, ja. in een uur heb je het geschreven als het ware. Ja. Een roman is, ja fijn, ik kijk daar wel behoorlijk tegenop nog. Maar misschien komt het er ooit van. En uh, ik heb nog wel eens het idee van een boek over oud worden en doodgaan. Maar dat het grappige is, dat boek wordt steeds beter hoe langer ik eruit uitstel. <laughs> ja. ja, want ik word steeds ouder en doodgaan <laughs> is steeds meer iets wat ik dan in ieder geval wel ervaar als iets wat op me afkomt. Maar heb je wel al iets op papier of op uh, de pc Nee, o, nee, nee, nee geen nog niks. Nee, dat is echt een idee soort van. O, maar ik, dat doe ik überhaupt nooit hoor. Ik, okay. ik verzamel nooit materiaal. Nee, ik zeg nee, nee. gewoon vanaf. Ik ga gewoon zitten. Trrr, en nu, okay. nu heb ik het niet. Nu heb ik voldoende in huis, als het ware, in, in, in mezelf. En dan schrijf ik het gewoon op. En dan, ja. is in twee maanden, heb ik wel zo'n boek af. dan. Maar mag ik dan vragen, hoe ziet jou. Uh, heb je een ochtendritueel bijvoorbeeld? Jawel, ja, ja. Ik sta meestal op tussen, tussen half acht en half negen. Zo. Hangt er vanaf. Zet geen wekker. Nee. En dan. Uh, Doe ik eerst een half uur, zit ik gewoon hier, weet je wel, ja. met een kopje thee. En dat zou je dan meditatie kunnen noemen, maar het is gewoon zitten en zijn. Ja. en Dan uh, doe ik mijn ontbijt, bord havermout, pap. Uh, dan ga ik lopen, hier het bos in, ja. half uur, drie kwartier of zo. Dan zorg, hè, nee, en dan begint, uh, zorg ik dat meestal voor rond tien uur of iets voor tienen. Ik heb wel structuur, echt tien ja, uur is een ja, soort van, dan begint mijn uh, koffie, koffie en oh, mail ja, ja. beantwoorden. Oh, hè? Ja, ja, ja. Dus dan ga ik koffie drinken, kijk eerst even koffie en de krant op internet en dan ga ik mailtjes beantwoorden tot, uh, tot half elf. En dan heb ik van half elf tot elf doe ik ook nog wat yoga-oefeningen en nog wat meditatie. En dan van 11 tot 12 is eigenlijk ook in principe tijd om te werken. Dus mails beantwoorden ja. of uh, wat dan ook, een nieuwe cursus bedenken. Of ja, 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 uh, ik ben ja. nu bezig met een online cursus maken. Dus het opzetten van een online cursus. En, en dan moet ik alsmaar videootjes inspreken. Oh, op, om dan, precies. Oh, wat ja, oh, Dat is een online cursus over liefde en relaties. Oh. Dat, ik krijg zoveel vragen ja. over wanneer ga je die workshop weer geven. Maar ik heb gewoon mijn handen al vol aan ja. mijn jaarcursussen En dat vind ik dan net iets belangrijker. Dan over liefde en relaties. Dus ik denk ah, okay. van oké, okay, ik maak een Eén online keer een goede, cursus. Uh, ja, precies. ja hè? En dan kunnen mensen dat uh, zelf gewoon in hun eigen tempo kunnen ze die cursus doen. Hm. Dus dat is een soort werken wat ik dan doe, maar ik vind het hartstikke ja. leuk en uh, soms komt het er niet van. En dan doe ik het anders. En smiddags ook. Dan heb ik dus dan lunch ik. Uh, soms doe ik een dukje na de lunch en dan, daarna ga ik fietsen. Ja. Uh, ook om een beetje fit te blijven. Hè? Ja, dus, ja, ja. Het is zo, ja, zo fantastisch hier. Deze ja, hele omgeving is, dit is, dit is, echt... is fietsterrein. En ja. dan, en dan en meestal mijt ik dan nog de betonnen fietspaden. Want daar is het soms vrij druk. Ja, ja, maar paadjes. ik ken al die binnenwegjes ja, nu. Al die, al die zeg maar, harde grondpaadjes. Ja. En uh, daar kan je echt een uur fietsen zonder iemand tegen te komen. Zo heerlijk. Dus dan uh, kom ik thuis en doe ik weer wat meditatie. En dan ga ik eventueel nog wat werk doen. Of, of er komt iemand langs, weet je wel. Of ja. een vriendinnetje is er. Of, en dan zo s'avonds uh, ook... Um, de, de, je ziet wel, de structuur wordt telkens iets losser... naarmate de dag vordert. Ja. En dan, uh, weet je wel, s'avonds eet uh, ik niet zo heel veel. Probeer niet al te veel te eten s'avonds. En dan nog een beetje beoefenen. En dan kijk ik wel altijd naar het acht uur journaal... op ja. mijn laptop en... Uh, en dan uh, ja, soms een beetje beoefenen, lezen s'avonds. Ja. En dat is dan meestal gewoon ontspanningslectuur. Oh, gewoon, uh, ja, gewoon fictie. Uh, gewoon, ik ben nu uh, echt, is, ik, ik voel nog een lichte gêne, dus daarom zeg ik het maar meteen. Ik ben nu uh, Karel May aan het herlezen. Als puber heb ik Karel May gelezen over Winnetou en Old Shepherd. Ja, en die lees ik nu opnieuw. En daar heb ik gewoon heel veel plezier Allerlijk. aan. Dat doe ik dan een half uur of zo, drie kwartier. Dat, en dan zit ik soms ook s'avonds nog even te YouTube. Soms ja. wel een spiritueel iets, maar soms ook wat ik ook heel erg leuk vind... is om gewoon een stukje klassieke muziek, maar dan met orkestuitvoering erbij. Erbij te kijken, En ja, dan daarna ja. te kijken. En uh, deze week toevallig kwam ik terecht bij André Rieu. Ah, nou, en dat is toch Want ordeen. ik heb altijd toch wel met een beetje soort van... Ik, ben dan, <laughs> ik heb een klassieke opleiding gehad ooit, op het conservatorium gezeten... En dan kijk je een beetje neer op André ja. Rieu, die dan klassieke muziek zou verkrachten, weet je wel. Maar ik ging daar eens echt naar kijken. En, en ik zag gewoon dat daar ontzettend veel mensen ontzettend veel plezier staan te maken ja. met klassieke muziek. En ook met musical muziek en dat soort dingen. Ja. En ook wat ik ook voor het eerst eigenlijk kon zien. En dat komt dus echt door die coronacrisis. Ja, ja. Maar er wordt heel veel ingezoomd op mensen. En daar zitten, zitten, zitten een paar tof, ja. duizend mensen bovenop elkaar gepakt. Ja, dat is Zitten gek daar nu, hè? Naar, naar te luisteren. Ja. En je ziet mensen als het ware meezingen. Een beetje in vervoering raken. Je ziet mensen elkaar een zoen geven omdat ze ontroerd raken. En ik zie wel, het is allemaal effectbejacht... Maar wat leuk om naar al die ja, mensen ja, ja, te kijken die ja, ja, ja. allemaal bij elkaar zitten. Ja. En dat voelt dan als een soort van. God, dat is nog maar zo kort geleden dat we ja, dat, dat konden, dat, hè? Hè? Ja. En ineens zie ik het. Dus ik kan er nu naar kijken en het kan me nu ontroeren. Ja, ja, ja. En als mensen die allemaal met een glas bier aan een grote tafel zitten en dan naar de Radetsky Mars aan ja. het luisteren zijn, en echt is gewoon schattig. Ja, ja. Ja, dus en dan uh... en schrijf je dan nog in een boek of doe je nog dingen met, met, met uh, hey, wat wat wel vaak uh, gezegd wordt? En ik merk ook dat ik uh, als ik het maar doe dat het, dat wel goed is. Hè? Dus door, nog even, uh, of je er nou over nadenkt of over schrijft... maar echt even de dingen waar je dankbaar voor bent. Oh ja, ja ik heb elke avond een, ja? Uh, een dankbaarheidsritueel. Ja, ook. ja, ja Tibetaanse boeddhisten okay. dragen dan hun dag op... aan het welzijn van alles wat leeft. En dat doe je zelf? Uh, dat ja, doe je, ja, ja, en dat ja, ja. maak je geluid of ga in je hoofd? Of hoe, uh, te... Ja, dat zijn gedachten. Dat hè? zijn gedachten, ja. ja okay. en, uh, en, een, oh, wow. een, en een kleine compassiebeoefening. Ja? Dat ik heb ooit nog... Uh, bij die Tibetanen gebruik je zo'n mala, hè? Wat is dat? Een uh, mala, dat is dat is in, in het christendom een rozenkrans noemen. Ja. Dit is oh, zo'n soort. malen. Uh, ja, ja, ja. En ik heb uh, al die dingen ook in de een tijd soort ketting gedaan. Ja. En dan moet je mantra stellen. Dus bijvoorbeeld oh. één mantra is: Padme mehong Dat is de mantra van mededoog. Omani mehong Mani Padme manipem-mehong, manipem-mehong, manipem-mehong. Mani Daar dus zou oh. ik niet bij. En één malen is 108 kralen. Ja. En dan, uh, en, en dan moet je, in, in de tijd deed ik dat ook, dan moet je ook bijhouden hoeveel. En dan heb je een soort van. Uh, hoeveelheden Aha. als je die bereikt hebt. 100.000 van deze en 100.000 van die. En 1.3 miljoen van die. Ja, dat heet dan de Mundro, Het woord voor voorbereiding. Ja. En dat moet je allemaal gedaan hebben voordat je het echte drokshin onderricht krijgt. Het is toch allemaal wel weer dingen bereiken en doelen. En, ja, ja en, en, absoluut. En, het is nee, allemaal goed. ego. Ja, dat is heel grappig. Ego, ja. Ja, ja, ja. Maar het heeft dus ook die functie. Ja, prima. Ja, het grappige is tegenwoordig heb je bijvoorbeeld de insight timer. Dat is zo'n meditatie app. Ja. En als je dan Lef 15 dagen ja, 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 geoefend ja, ja, ja. hebt zonder te onderbreken, krijg je een ster. Ja. En heel de wereld kan dus zien: oh, die heeft zo. al vijf groene sterren ja, en zo. Ja, ja, ja. Maar in het Tibetaans boeddhisme had je dus de hundro. was dat vroeger ook, En eigenlijk. als je dan die, al die honderdduizend gedaan had, ja. dan mocht je dat aanbieden aan je leraar. Ja, ja. En dan was jij een van die weinige studenten die de hundro af afhad. Dan was je echt een senior student, ja. weet je wel. Dan was je iemand in die. In die Secten dus hè, in, die, ja. uh, in die afdeling. Maar ja, jij dus zegt ook weer, dat maakt niet uit dat dat weliswaar door ego gevoed is, maar maak er gebruik van eigenlijk. Ja, gebruik want het het als heeft een... me enorm geholpen ja, in de tijd. Ja. Het, het, ik moest dus, Om die lunderen af te krijgen, om aan die driejaren trijden mee te kunnen doen, moest ik 2,5 uur per dag moest oh. ik daarmee bezig zijn. Maar ik had toch niks te doen. Nee, okay. Dus het hield me van de straat, ja, weet je wel. Ja, ja, maar... Ik vond het wel, wel, wel een soort van. Ik heb er echt leuke herinneringen ja. aan. En dan die, uh, die hè, dan moet je uh, 100.000 keer moet je jezelf op de grond gooien en yeah. opstaan. Yeah. Dat doe je dus 100 keer per dag, zo'n 20 minuten nodig. En dan sta je helemaal in het zweet. Ja, Hartstikke een gezond. Een workout, ja. ja, echt een workout. Dus uh, <laughs> ik vond het allemaal best. Wauw. Ja, en op een gegeven moment kwam, reikte ik dus ook dat punt dat ik ineens zag: van ja, dit is gewoon allemaal comfortzone geworden. Ja. Yeah. Ja, gewoon lekker twee uur per dag, gewoon lekker bezig zijn, nooit, nergens aan denken, weet je wel. Dus op een gegeven moment ben ik er dus ook mee opgehouden. Oké. Okay. Ja. En zo hoort dat dan waarschijnlijk ook te gaan? Ja, zo hoort dat dan te gaan, ja. Hè? Ja, ja. Um, ja de, de, de vraag, nou ja, uh, hoe wil je herinnerd worden, Jan? Hoe wil ik herinnerd worden? Of, of waar wil je aan herinnerd worden? Dat is misschien, waar uh... ik wil aan herinnerd worden. Nee, <laughs> ja, dat ben ja. Nee, nee, dat is een, dat is een Tibetaanse boeddhisme heel belangrijk. Of je op het moment dat je aan het doodgaan bent, je zo helder kunt zijn dat je je die natuurlijke staat van zijn herinnert. Dus als je zegt, wat zou je graag willen herinneren? Woe, dat lijkt me leuk als dat lukt, want dat is een soort moment van bevrijding dan. Hè? Ja, ja, ja. Als je echt kunt doodgaan, en er zijn prachtige verhalen ook uit de Tibetaanse cultuur over hoog gerealiseerde lama's die dus zeg maar met humor aan de dood gaan ja, zijn met een lach, echt, ja, uh... met een soort lachen en met een soort hoopvolle verwachting ook, zelfs een beetje een soort van ik ben zo benieuwd, ja, dat weet je wel, ik heb er echt zin in, ja, echt het omgekeerde van ampten ja, in ieder ja, geval, precies, ja. ja, dus dat uh, dat, lijkt is dat me ook... erg leuk. Maar heb je als je, als, bedoel, ben je bang voor de dood? Uh, ja, als ik in mijn gewone normale ego mind zit, ja. dan kan ik daar wel eens tegenop ja. zien. Ja, en, en meer nog. ...tegen het proces daarvoor dan, dan tegen doodgaan en dood zijn. Ja, ja. Meer de aftakeling. De aftakeling. Ja, ja. En, en wat mij meest beangstigd is het, het afhankelijk worden. Ja. Dat, hè, dat je ergens in een, in een gebouw terechtkomt... ...waar andere mensen bepalen hoe laat je je moet eten. En, ja. en nog, nog gruwelijker idee dat je niet meer je eigen alleen zijn hebt. Nee. Dat je altijd mensen om je heen hebt. Dat lijkt me een nee. hel. Ja. Dat in dat opzicht... Bedoel, ik heb graag andere mensen om me heen, maar wel als nee, ik het eigenlijk. wil. Ja. En, niet, uh, en niet de hele. dag. Maar aan de andere kant. Ja, denk ik dan nog gewoon een beetje met jouw kennis en kracht. Of hoe zeg je dat, met, met alles wat je geleerd hebt. Uiteindelijk hoeveel mensen er om je heen zullen zitten. Ben je toch ook, als jij alleen wil zijn in je hoofd, zeg maar. Nou, weet je dat, ja, dat als je echt verlicht bent, zou dat zo zijn. Maar zo <laughs> misschien ben ik zo ver nog niet. Dus ja, ik heb. Okay. Ik kan inderdaad, af en toe kan ik er, okay. kan ik er een beetje tegenop zien. Heb ik van die gedachten van. Uh, Zorg maar dat dat gewoon nooit gebeurt. Nee. Hè? Dus geld opzij zetten om zorg te kunnen oh, inkopen. Ja, en dat ja, soort ja, dingen, ja, ja. Dat, dat is wel uh, duidelijk. Maar natuurlijk, op andere momenten herken ik wel dat het op dit moment, dus gewoon gedachten zijn waar ik dan ja. onder lijd en niet de werkelijkheid. Nee. En of het dan ook werkelijk, als het ooit zover komt. Misschien uh, is het wel het beste wat je kan meemaken. Ja. Hè? Dus, uh, nee, als je de vragen van Byron ja. Katie naast legt, dan heb dan dan, dan ja, ja, je het antwoord. Ja, dus dat, uh, ja. Maar uh, wat Irma. ik eigenlijk wilde zeggen, of ja. vragen, maar ik snap het. Hoe wil je herinnerd worden? Ja, gewoon wat wij met z'n allen Daar van ik... jou meenemen of over oh, jou okay. denken. Uh, ik, ja. Dat is dan grappig. Daar heb ik dus helemaal niks mee. Nee? Mensen mogen mij stand vergeten. Nou ja. Ja, mijn kinderen Minderen. ook. Ja, mijn kinderen zullen me niet meteen vergeten nee, nee, nee. natuurlijk. Maar hoe sneller ze me vergeten, hoe prettig het voor hun is. En dan mogen ze nog af en toe fijne herinneringen hebben, dat hoop ik dan wel. Ja, ja. Ja, maar ik heb niet zoiets van. Uh, en dat is precies wat het ego vaak heeft. Mm -hmm. ja. Ik moet herinnerd worden, want dat is hoe ik voortbesta. Ja. Maar ik heb helemaal geen twijfel over mijn voortbestaan. Dus als ik dood ben, besta ik voortzij in een andere vorm. Ja, zo. Ja, dus dus dat, dat, ik, dat ik dan ook nog een beetje voortbesta in de geest van andere mensen is, zal mij een worst zijn. Maar dan gewoon even. Jan Geurt, die persoon. He, dus dan, dan, nou ja, laat ik maar gewoon dat ego zeggen. Dat heeft heel veel nagelaten, letterlijk. Want je bent schrijver van boeken. Ja, dus als ik, als ik op momenten dat ik helemaal in mijn ego zit. zou ik misschien. Zeker tevredenheid kunnen hebben ja. dat na mijn dood er nog een tijdje aan mij gedacht wordt. Ja, ja maar, maar tegelijkertijd zie ik daar zo de humor van in. Ja, is zo. Dat heeft dit is, hij. want dit speelt zich dan op dit moment ja. af in mijn gedachten. Ja, zit ja, ik ja, te ja. denken ja, nee, dat het leuk zou zijn dat andere mensen ja, ja. over tien jaar, als ik dood ben of zo, ja. aan mij denken. Een ja. soort van hoe, hoe ingewikkeld kan ja, je crazy. het maken? Weet ja, je wel, ja. als je dan meteen teruggaat naar: oké, okay, weet je wel, dit. Maar is er dan... Ik ga hier toch even nog op door... want precies <laughs> dit bedoel ik. En maar is er dan iets... als je dan toch mag kiezen... waaraan je herinnerd wil worden? Dus... Nou ja, welke van... van ik, ja, voor mij... Dat zei ik aan het begin al... heb je mij heel veel dingen geleerd... en lessen gegeven... en inzichten gegeven. Uh, nou ja, misschien, misschien is er één inzicht... waarvan je denkt van... nou, als ik dan toch moet kiezen... of, of waar ben ik uh, trots op... of wat heeft mezelf het meest... verrast eigenlijk in het leven... is er dan een bepaald... Ja, maar dat, inzicht. kijk, wat ik, wat ik ook nu al het allerleukste vind. is dat waar ik zo enthousiast over ben, delen met anderen. Ja. En dan zien dat andere mensen daar ook enthousiast over raken. Dat is leuk. Ja. Dus dat mag nog best even doorgaan na ja. mijn dood. Maar tegelijkertijd heb ik ook daar weer. Daar heb ik dan niks meer aan. Nee, nee, nee dat begrijp ik. ik dat, begrijp he, dat het dat dat zo duidelijk is. Hè? Dus, dat nee, is dus, dat begrijp ik. dus ik heb liever nu en, <laughs> ja, en daar, kan, daar kan ik dan best wel blij mee zijn. Ook mijn ego kan dan best wel, als ik dan weer zo'n bedankmailtje ja. krijgt... en uw boek heeft mijn leven veranderd, mailtje en zo, dan kan ik en daar een soort van blij mee zijn. Hè? Wat leuk erkenning, weet ja. je wel. Dus, ja. En dan tegelijkertijd zie ik dat dat mijn ego is. En tegelijkertijd zie ik daar dan de humor van in. Dat is dus ja. een beetje naast elkaar. Ja, dus ja, 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 ik, ik ja. veroordeel het niet dat exact. ik dat prettig vind om die erkenning te krijgen. En ik zie tegelijkertijd dat het helemaal niet over mij gaat. Nee. En dat is wel, wel bevrijdend hoor. Ik heb het bijvoorbeeld ook na lezingen staan er altijd wel, een, wel vijf of tien of twintig mensen naar de hand die willen dan nog even iets komen zeggen. En dat ja. is altijd van: oeh, ik ben zo blij en u, u, ik heb zo'n bewondering, dat ja. soort dingen. En ik kan dat hebben omdat ik weet dat zij ja. een projectie zien van ja, mij. Ja, 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 ja. Zij hebben een soort beeld van mij ja. als een soort verlicht of als een soort wat dan ook. Dit is niet hoe ik mezelf ervaar. Nee, nee. Ik heb een heel andere ervaring van mezelf dan als mensen zeggen: Jan Geurts, dat is weet je wel. Oh, wat ben je goed en dit en dat. En dat op een of andere manier plakt dat niet meer. Nee. Dus ja, mijn ego vindt mooi. het nog steeds leuk. Ja. Ja, en zeker als dat. Leuke jonge, mooie vrouwen zijn die oh, mij een ja, knuffel ja. komen geven. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. En tegelijkertijd staat daar een ander soort bewustzijn, staat daar naar te kijken, ja. met een soort vertedering en een soort humor. En dan zie ik iemand zeg maar met een zekere idolaatheid tegen mij praten. En dan kan ik dat soort van, kan ik ontroerd raken dat die persoon dat zo belangrijk ja, vindt. Ja, ja. Want die persoon deelt wel iets van ja. zichzelf. Hij ja. deelt een soort als enthousiasme, een soort geraaktheid, dat vind ik dan wel mooi en, en niet dat dat dan over mij gaat, nee, nee, gaat nee, niet wat, over wat, mij. dus je hoeft je later ook helemaal niet uh, nou ja, schuldig of wat dan ook te voelen over. Oh, daar dat was ik toch een beetje ging nee, ik nee. toch te veel in geloven? Nee, want je je nee, op dat moment nee. zelf ja, al, ja, je je het toe, ja, ja. Naartoe, ja. Oh, wow. ja, dus dat is echt die twee werkelijkheden naast elkaar die ze in het boeddhisme relatief en absolute werkelijkheid relatief. Ja, ik ben ook het ego, weet je ja. wel. En ik vind dingen leuk en ik vind uh, vrouwen leuk en dat soort dingen. Ja, en ik ben die, ja, die gewaarzijnde, open, ruime, egoloze, zeg maar, waarnemer van dat ego. Ja. En die kan ernaar kijken met een soort mildheid en een soort ruimheid en humor. Ja. Nee, lief zijn voor het ego, dat is nog wel eigenlijk wat ik hier. Uh in Alle facetten waar we het over hadden, ja. het meeste uithaal ja, wel kijken. Ook. Ja, nee, wel scherp blijven. Kijken. Ja, blijven kijken. Ja, en soms ook onthutst In ja. eerste instantie is het niet leuk, nee. dan zie je ineens weer iets van mijn god, wat ben ik daar. Weet je wel, en dan ja. daarna, dus meteen proberen om die fase van veroordeling en bestrijden dat zo kort mogelijk te laten zijn. Nee, en ja, ja, ja. meteen proberen om dan daar met mildheid en vriendelijkheid. Nee, maar dat naar is het ding. Kijken. Maar goed, dat op een gegeven moment. Ga je jezelf veroordelen opdat je veroordeelt? Ja. Ah, ja, jongen, dan word je helemaal gek. Ja, dan word je helemaal gek. Ja. Dus <laughs> dat is ook het punt waarop je kunt leren... oh, dit werkt niet, nee. weet je wel. Dus kennelijk Later moet het ik zo echt zo. gewoon ja. ophouden met oordelen. En, ja. je, en het eerste waar je dus over ophoudt met oordelen... is het oordelen. Ja. Want het eerste oordelen ging vanzelf. En dan wordt er iets wakker en dan zeg je... shit, wat ben ik toch die persoon aan het veroordelen... Dan heb je nog de neiging om wat te veroordelen. En dan zeg je geef niks, maar best laat maar even. Ja. Ja, daar, daar drop je als het ware de hele cyclus van oordelen en oordelen van het oordelen. Ja. Ja, ja, ja. Jan, fantastisch. Is er nog iets wat je zelf uh, kwijt wil? Nee, we hebben denk ik lekker gebabbeld. Nou, hè? hè? Ja. 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 Dus, uh, ik, uh, en ik hoop, uh, dat is niet... Nee, nee, sorry. Dat was mijn ego wat nu yeah. Nee, niks aan het. Yeah. Ik ga het niet eens benoemen. Nee. Wat uh, ik kwijt wil... Mm, de naam van mijn website, www.jangeurs.nl. Dat is dan even het reclametje. Absoluut. Waar nou, mensen ik, kunnen kijken... Zeker op, ik, op het moment uh, dat je die... Ik ben blij dat je dat uh, zegt. Uh, de, uh, toen ik hier een beetje de spulletjes aan het opbouwen was... benoemde ik dat eigenlijk al een beetje met je. Dat ik gewoon dacht... Ja, ja je moet, zou eigenlijk meer met video dingen en zo moeten doen. Maar ik begrijp gedurende dit gesprek dat je de, bijvoorbeeld zo'n cursus uh, aan het opnemen bent. Ja, over, over ja, liefde. Dat, uh, ja, hoor, ik ga is... een beetje mee met de tijd ja, dat en weet natuurlijk ik, maar de... door de zeg maar, de corona omstandigheden word je tegenwoordig ook gedwongen nou, om ja. weer met video te doen en met internet streaming en dat soort dingen. Dus ik ben dat allemaal aan het leren. Het en... is voor je nalatenschap. Ik weet dat je doet het op, ja. maar het is uh, je blijft nog langer Ja, je blijven. blijft nog langer. <laughs> ja, blijf je nog langer uh, actief, ja. Nee, maar check dat uh, zeker mensen. Jan Geurts en dat is G E U R T Z.nl. Ja. Uh, daar vind je meer informatie en dan hoop ik, uh, want ik ga toch dat. Uh, ik hoop dat er ooit nog een moment komt dat je wel gewoon zo'n. Uh, ja, noem je dat? Ik wilde zeggen, seminar, nee, noem je dat? Een, 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 een buitenlandse retraite-achtig iets. Ja. Ik, ik hoop echt dat, er, dat het nog ooit gaat komen. Een retraite in het buitenland? Ja. Wat voor jullie, nou, voor ja, mensen? Ja 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 ja, jou. ja, 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 ja. Nee, in, in zekere zin deed ik dat elke zomer al twee ja. weken in Frankrijk. Maar ja. nou, deze zomer gaat het nee, ja, waarschijnlijk exact. niet door. Maar volgend jaar dan hopelijk weer ja, wel. Ja. Als, kijk, voor mij is die anderhalve meter is, is een, een blokkade waar ik, niet, waar ik geen zin in heb. Nee. Dus ik ga geen cursussen nee. geven waar mensen anderhalve meter uit elkaar moeten zitten. Nee. Dus als die regel weer van tafel is, dan ga ik gewoon ook weer cursussen live geven. En weer in Frankrijk cursussen geven ja. en zo. retraites in Winterberg, dat soort dingen. Nou, daar ga ik dan zeker uh, gebruik van maken. Ja. Al moet ik ook vooral gewoon zorgen dat, dat ik ook weer niet... Ja, nou ja, oké, okay, de laatste vraag. Sorry, ik blijf mijn vragen stellen. Ja. Maar daar ben ik benieuwd of jij daar zelf ooit last mee hebt gehad. Dat je bijna verslaafd raakt aan kennis. Hè? Of aan, aan, aan boeken hierover, ja. aan cursussen. En ik vind het gewoon fantastisch. En het verrijkt mijn leven, dus ik ben daar ja. ook oké okay mee. Maar ergens denk ik ook wel... Uh, ja, ja, wees gewoon, weet je wel. Je weet nu al ja. uh, dus. dus ja, maar dat is een. een, een dat, dat heb ik dus zelf ook meegemaakt. De eerste jaren dat ik met spiritualiteit bezig was, deed ik ook alleen maar lezen. Alles wat los en ja, was, ja, ja. lezen. En dan word je inderdaad een soort inspiratie-junk. Ja. Ja, en tegenwoordig ja. kan je elke dag mailtjes krijgen van inspiratiewebsites ja, en zo. Exact. En dat is best wel leuk ook. dat is niks verkeerds aan, maar inderdaad. Wordt daardoor nog niet geïnternaliseerd. En je moet dus iedere keer van buitenaf. Moet je dan weer de juiste omstandigheden creëren. Om dan weer even dat gevoel te hebben. Dat je heel bent of één bent. Of liefdevol bent of ja. zo. En daar, daar, dat werkt alleen maar met beoefenen. Ja. Dus dat is ergens gewoon een soort van. Maar ja je kan het niet forceren. Dus nee. dat komt dan ergens wel. Ergens wordt dat wel in je wakker. Van laat ik dan maar eens gewoon een keer gaan zitten. Gewoon, ja. en gewoon maar eens even echt. ...kijken naar mezelf en naar mijn eigen gedachten. En als je dat gewoon regelmatig doet en daar dus wel degelijk... ...en dat vind ik fijn ook om te horen... ...dat jij er dus wel ontzettende structuur voor jezelf bedacht hebt... ...of, of gewoon ja, eigenlijk van natuur, dan, die ja. ontstaat dan. Ja. En dat zorgt er wel voor dat je er uh, nou ja, uh, altijd max een paar uur in kan verdrinken. Ja, ja zeker. Ja. En <laughs> ja, dat toch? Is dus, maar dat ook dat wel, dan kan je zeggen... ...oké, okay, dus, uh, dus als je zo'n structuur hebt, dan schiet het lekker op. Maar dat kan je nee, niet forceren. Nee, je kan nee, niet beginnen weinig. met drie uur per dag beoefenen... Nee. Echt waar, dat, nee, dan, dat dan, is, is alleen maar, dan is alleen maar je ego ja. een soort ambitie ja. aan het uitleven. Dus uh, nee, kalm aan, beginnen. Gewoon ja. op het gemakje. Hè? Ik bedoel, wat je oefent uiteindelijk is fundamentele vriendelijkheid. Dus uh, ook je beoefening moet beginnen op een vriendelijke manier. Ja? Begin maar met een paar keer per dag vijf minuten. Even, take a break, weet ja. je wel. Even zitten met jezelf. Ja. Even niks hoeven. Nee wat mensen vroeger zeiden als ze gingen roken. Even een momentje voor nou, jezelf. Ja, een sigaret duurt ook vijf, zes minuten. Ik zou je zeggen... Nou, doe dat dan maar zonder ik denk, sigaret. Ik denk echt, even los van alle verslavingsdingen... die er in die troep zitten natuurlijk... maar dat het momentje voor jezelf... en ook letterlijk het ademen... het is wel een soort slecht ademen juist... Ja. maar dat... daarom is het natuurlijk ook zo krachtig. Echt niet alleen vanwege tere nicotine... maar ook vanwege... Ja, dat zou best kunnen, ja. denk ik wel. Ja, dus, uh, dus dat is het advies. Uh, ja. Als je. Hè, Die als je. Stop gerekt. eerst met roken. Ja. Heb daar de plezier mee. Ja. En ga dan af en toe een momentje voor jezelf beoefenen. Exact. Top. Ja. Jan, uh, dankjewel. Ja, oké, okay, jij graag ook, bedankt. De keer. thanks.